Dames en heren, commissieleden, mensen op de publieke tribune en uiteraard ook de mensen thuis. Van harte welkom op deze commissievergadering. De vergadering is hiermee geopend. We hebben een mooie agenda voor vanavond. Die moeten we ook in nette tijd af kunnen maken, denk ik. De opening is hiermee gebeurd. Inventarisatie van insprekers. Er hebben zich twee insprekers aangediend voor agendapunt 5, de herinrichting Schuringstraat Julianenstraat. En er zijn niet meer, denk ik. Nee, dan laten we het hierbij. Ik ga over vervolgens naar agendapunt 2. 1 hebben we gehad, daar 2. Vaststelling van agenda en rondvraagpunten. Is er iemand van de leden die wijzigingsvoorstellen heeft voor de agenda? De heer De Ruiter? Niet? U wees wat anders aan, begreep ik. De heer Middelkamp. Ja, voorzitter, dank u wel. Voorzitter, we hebben voor, even kijken, wat is dat? De rondvraag, punt 11, hebben wij een aantal vragen voorbereid over het onderwerp sociale leningen. Ja, en dat is wijziging van de agenda? Nee, voorzitter, dat is het vermelden dat wij hier over dit onderwerp vragen willen stellen. En ik dacht dat dat nu de bedoeling was. Dank u wel voor deze inbreng. Er zijn ook rondvraagpunten ingediend, een stuk of 5, te weten van de VOV, van het CDA en de VVD. Ja. Die zullen wij dus ook bij agendapunt 11 behandelen. Dan hebben we hier ook agendapunt 2 gehad en gaan wij over naar agendapunt 3, gebruikmaking van het spreekrecht. Wat zegt u? De heer Morsen doet ook aan buitenspreken, merk ik. Twee insprekers, zoals ik zei, bij agendapunt 5. Te weten mevrouw Ella Roels en mevrouw Slotman. En mevrouw Roels was de eerste en die wil ik graag naar voren vragen om haar bijdrage te leveren. Wat zegt u? Ze doen niet. Het is net alsof ik mezelf hoor praten trouwens. Nu het knopje. Nu het knopje. Ik denk dat hij het nu doet. Goedenavond. Allemaal. Ja, precies. It's me. Ja. Geachte allemaal, de burgemeester is er niet, maar de lokale burgemeester is er. Iedereen, wethouders, raadsleden, allemaal. Mijn man en ik komen net terug van Laos, Cambodja, een rondreis. Daar kregen wij een mail van Sandro Vlug, jullie allen bekend. Normaal maak ik geen post open in het buitenland. Nu heb ik het wel gedaan, want ik was heel benieuwd naar deze mail. En daarin schreef hij: afgelopen dinsdag heeft het college van Ommen ingestemd met het concept raadsvoorstel. Nou, wij hadden al een hele leuke vakantie, maar die werd heel erg leuk. Nou, we hebben gelijk een flesje wijn opengetrokken. Dat hadden we wel verdiend nu. Bedankt Sandro. Ook de officiële stukken had je doorgestuurd. Ook heel fijn, zodat ik alvast kon inlezen met mijn jetlag. Maar goed, oké. En van een andere inwoner in Ommen kreeg ik nog een krantenartikel van: komt een einde aan het gerees in de Ommer, in Ommen door de Schuringstraat, Julianenstraat als titel. Maar dit, wat daarin beschreven werd, is wel een beetje anders dan wat in het concept staat. Maar dat is eigenlijk altijd zo. Wij waren ook heel blij toen, ook met de groep die hierachter staat, met het plan, de plannen die zijn bij de Vechtbrug. Dat de fietsers voorrang krijgen, dat daar ook echt iets aan gaat gebeuren. Dit is zo gevaarlijk zo, dus we zijn daar heel gelukkig mee. En dat is ook een ding waar ik namens de groep die hier zit, plus nog meer mensen die niet aanwezig konden zijn, ook veel middenstanders, de dame die de post rondbrengt, de krantenjongens, een aantal middenstanders, de meeste trouwens, ouderen die me aan hebben gesproken en een aantal mensen met jonge kinderen. Die bedanken jullie allemaal hartelijk dat jullie al zo ver gekomen zijn, dat er nu plannen liggen en dat we misschien dat de Vechtbrug dik
binnenkort wordt aangepakt. En dat de Schuurlijkstraat Julianusstraat hopelijk begin 2019 wordt aangepakt. Ik kreeg nog een aantal tips van een middenstander. Die zei, wil je even meenemen naar de raad dat het een goed plan zou zijn als de zebrapaden die er nu zijn op de Julianastraat een lichtpunt krijgen. Vooral in het donker. Ik snap dat. Kijk, wij weten waar ze zijn. Maar met andere mensen rijden er langs en dan zie je niet altijd het zebrapad. Gewoon voor de veiligheid voor anderen. Ik vond dat een goed punt. Over zebrapaden gesproken, onze burgemeester Ad Entrum Bas Verkerk, die er niet meer is, beloofde ons 1 of 2 zebrapaden. We hopen natuurlijk dat de heer Vromen deze belofte ook zal nakomen, lokale burgemeester. Veel bewoners willen graag 30 kilometer wegen, maar dat snappen wij ook, dat het is een doorgangsweg, dus dat niet alles gerealiseerd kan worden wat wij ook zouden willen. Net als, dat is ook logisch, moet overleg zijn. Maar ik kwam nog wel deze week iemand tegen en die zei, oudere vrouw, ze zegt, ik zag uw hoofd in de krant, ja dat zal. En ze zegt, ik ben deze week bijna aangereden bij de Lidl oversteek naar de kringloop. Ze zegt dat die auto had verschrikkelijk veel haast. Ik kon eigenlijk niet oversteken. Hij reed me bijna van de sokken. Nou, die vrouw die loopt niet hard. Dus ja, dat is ook wel weer een dingetje van, nou, misschien daar die oversteekplaats. Als wij zo dat plan lezen, willen jullie wat doen aan het verbreden van de fietspaden. Dus vooral dat en het versmallen van het wegdek. Dat gaat ons inziens ook gebeuren dat er dan toch minder vrachtverkeer en die tractoren ook. Want die moeten dan toch meer uitkijken. Dus dat lijkt ons eigenlijk een heel goed plan. En misschien kiezen ze dan eerder de rondweg, de koe voor de weg. En na herinrichting, dan kan de politie ook eindelijk iets doen, hè Marinus? Dan kan die iets doen. Dan kunnen ze handhaven, hopen wij. Maar goed, ik kom hier vooral om jullie allemaal te bedanken. Jullie inzet. En dat er nu plannen liggen en dat er mee gewerkt wordt. En ja, ons vertrouwen is in jullie. Laat het niet alleen een verkiezingsstunt zijn. Laat het zo zijn dat jullie er voor ons zijn. Dank u. Ik dank u wel. U wilt nog wel even blijven staan. Misschien zijn er vragen. Heeft een van de commissie... Ik kan me bijna niet voorstellen. Heer Mors, gaat u gang. Ja, dank u voorzitter. Een simpele vraag. Oorspronkelijk is in juli, 29 juli vorig jaar de opdracht gegeven, zorg voor een veiliger situatie. Ja. Staat u daar ook voor 100% achter dat nu een veilige situatie wordt? 1000. Ja, echt. Ik weet zeker als deze dingen gaan gebeuren, ik moet wel eerlijk zeggen, er is niemand van onze straat of van andere bewoners of wie ik ook gehoord heb, die zou willen dat het een eenrichtingsverkeer weg wordt. Ik vind dat ook niet met een erftoegangsweg plus normaal dat het dat zou worden. Maar we hopen wel dat het zo ingericht gaat worden, ja, dat de mensen toch sneller een rondweg nemen. Wat ik ook wel verwacht als dat bij de Vechtbrug verandert en als dan die vakken veranderen, waardoor jij als auto toch echt op moet passen op de fietsers, die mijns inziens en veler inziens ook van mijn groep achter me. Ja, dat is zo belangrijk. Kijk, en er rijden heel veel schoolkinderen langs. Dus ja, ik geloof erin. Ik geloof er echt in. Dank u wel voor deze beantwoording. Verder geen vragen zie ik. U weet hoe de procedure is. Hè? U mag weer even gaan zitten. Het onderwerp wordt behandeld en daarna heeft u weer gelegenheid om eventueel nog een inbreng te hebben. Dan wil ik nu vragen of mevrouw Slotman naar voren wil komen. U hebt gemerkt ook hoe de procedure is. U heeft 5 minuten spreektijd, zo gezegd. Mevrouw Roels heeft zich daar zeer keurig aan gehouden. Ja, ik had eigenlijk een vraag. De berichten die in de krant staan, Jara heeft het net al genoemd, dat het een racebaan is en een ontzettende onveilige weg en veel ongelukken gebeuren. Maar beleef dat niet zo, als zij het zegt. En ja, er zijn ook bedrijven die bevoorraad worden. Daarom zal er dus ook wel eens een vrachtwagen door de straat moeten, denk ik. En ik ervaar ook niet zoveel trekkers. En toen de
stoplichtende waren. Toen was er iedere keer was daar kopstaartbotsingen en toen kon je dus moeilijk oversteken of makkelijker. En met, nu is de rotonde en nu is het moeilijker oversteken. Dus wij zijn dus ook wel voor zebrapaden. Maar dat nu de hele weg op de kop moet, ik weet niet of dat een goed plan is. Want op zich is het toch wel een mooie weg. Dus daar wil ik het er maar weer laten. Dank u wel. Dank u wel. Wilt u nog even blijven staan? Want misschien zijn er vragen. De heer De Jonge, gaat uw gang. Ja, voorzitter, want mevrouw die zegt van wij. En dan komt bij mij de vraag op van wie bedoelt u met wij en namens wie spreekt u? En of het uw persoonlijke mening is. Want er zijn in voorgaande bijeenkomsten heel veel insprekers geweest vanuit de bewonersgroepen. Dus vandaar mijn vraag. Nou, dat zijn mijn zoon en ik zijn dat. En ik weet misschien nog een paar meer die daar ook zo over denken. En dat er dus helemaal geen inspraak geweest is. Wij hebben alles uit de krant moeten horen. En er is nooit, we hebben nooit reactie kunnen geven. Dat is eigenlijk ons punt. Dat je dus geen tegenreactie kon geven. Dus. Nee, maar dan is het helder, voorzitter. Want dan is mevrouw waarschijnlijk wat ontgaan. En maar dan nog één vervolgvraag. Want zou u ermee kunnen leven als dit vandaag min of meer besloten wordt? En, want dit sluit zich volgens mij aan bij wat de meerderheid wenst. Ja, dat. Daar ga ik verder niet tegen in. Ik bedoel, ik ben ook voor eventueel een oversteek of wat ook. Maar als we niet met chicanen en dergelijke dingen gaan werken. Dank u wel. Of klinkers. Zag ik nog een vinger? Ja. De heer De Ruiter, gaat u gang. Mag ik vragen hoe lang u daar al woont? Vanaf 1943. En heeft u, één vraag nog, voorzitter. Heeft u het idee dat het in de laatste jaren in toenemende mate de situatie ontstaan is zoals die door een groep geschetst is? Of denkt u, ach, dat was eigenlijk al... Eerder was het ontzettend druk en heel veel vrachtverkeer. En er is al gigantisch veel vrachtverkeer is eruit gegaan. Dus, maar ja, ik zit wat achteraan in de straat, dus ik ervaar dat niet zoals misschien voor in de straat. Dank u wel. Dus, dank u wel. Ik zie dat er verder geen vragen meer zijn. Dan hebben we hiermee in ieder geval de inspraak gehad. En dan stel ik voor dat wij dan ook agenda punt 5 gaan behandelen. Wie mag ik daarover het woord geven? De heer De Jonge, de heer Mors. Nou, ik ga eigenlijk gewoon het rijtje af. De heer Dunnewind, begint u maar. Dank u wel, voorzitter. Volgens mij hebben we het vanavond over iets wat voorligt wat we in een moties gezamenlijk hebben ingediend voor de veiligmaker van de Schuringstraat, Julianastraat. En dit document gaat volgens mij over het stellen van de kaders voor het nog op te stellen plan. Om dat helemaal zeg maar te fine-tunen met een aantal mensen uit de straat. Dus zo vast ligt het allemaal nog niet. We hebben wel een aantal vragen aan de portefeuillehouder. Ik heb er een viertal, ik lees even voor. De raad wordt gevraagd in te stemmen met het plan van aanpak en de genoemde uitgangspunten voor de herinrichting van de Schuringstraat Julianastraat. We kennen allemaal de situatie op de Stationsweg nog, waar trillingen en geluid noodzakelijk maakten om op bepaalde punten deze opnieuw aan te passen. In hoeverre lopen we met betrekking tot de herinrichting van de Schuringstraat Julianastraat risico voor wat betreft overlast voor omwonenden als gevolg van trillingen en of geluid? De tweede vraag. De bewoners krijgen een tweetal mogelijkheden voorgeschoteld waaruit gekozen kan worden. Wat zijn de spelregels om te bepalen waar de voorkeur naar uitgaat? De derde vraag die wij hebben. Gevraagd wordt om een investeringskrediet van €490.000. Deze kostenindicatie is exclusief vastgoedkosten en bijkomende kosten, zoals vergunningen, leesjes, verzekeringen, verleggen van kabels en leidingen, geen saneringen van toepassing en exclusief rioleringswerkzaamheden, met uitzondering van kolkaansluitingen, zoals in het document staat. Het college geeft aan dat inschatting van de kosten nog lastig is. Lopen we hier als gemeente een financieel risico, is dan de vraag. En als dat zo is, wat is dan de inschatting van de hoogte van dit bedrag? En de laatste vraag die we hebben, voorzitter, is:
dat door bewoners is geklaagd over vrachtverkeer en over de gereden snelheid ter plaatse. Op het traject is alleen ter hoogte van de Shell aan de Julianenstraat is de snelheid gemeten. Hoe de gemiddelde snelheid, gereden snelheid op de Schuringstraat is, is niet middels metingen vastgesteld. In de verschillende commissies hebben we als CDA meermaals aandacht gevraagd voor handhaving door de politie. Stevast werd aangegeven dat de politie niet handhaaft zolang de structuur van de weg niet voldoet aan de uitgangspunten van de erftoegangsweg plus. Kunnen we, als we met dit plan meegaan, kunnen we met zekerheid stellen dat de politie, nadat de aanpassingen zijn gerealiseerd, ook daadwerkelijk zal gaan handhaven. Tot zover, voorzitter. Dank u wel, de heer Jonge. Ja, voorzitter, dank u wel. Voorzitter, op 29 juni 2017 heeft ondergetekende samen met de heer Remmers van de LPO een motie ingediend en die is met de algemene stemmen aangenomen. In de motie stond dat voor de begrotingsbehandeling 2018 een plan moet komen. We zullen maar zeggen beter later nooit en wij zijn blij dat er wat voor ligt. Ik zal niet inzoomen op de financiën, wat mijn rechterbuurman wel deed. Want ik heb gisteravond in het verkiezingsdebat begrepen dat van de fractievoorzitter van het CDA dat we geld genoeg hebben om dit soort plannen te doen. Dus wat ons betreft, voorzitter, moet er wel ergens in de begroting geld te vinden zijn om dit uit te voeren. Voorzitter. Ja, voor wat betreft het formuleren van een werkgroep. Wij hebben signalen gekregen dat de mensen van de bewoners van de Schuringstraat daar ook heel graag bij willen zitten. En zij gaven aan, en ik weet niet of dat zo is, dat ze in de aanloop naar het traject vergeten zijn. Dus ik zou in ieder geval daar aandacht voor willen hebben dat die bewoners er ook bij betrokken zijn. En een van de insprekers die gaf het ook al aan, het zou heel mooi zijn dat er iets ook van een zebrapad of een oversteek gekeken wordt bij de Lidl. Want daar horen wij ook veel klachten over dat het een gevaarlijke situatie is daar. Ja, voorzitter, wat de heer Dunewind ook al zegt, de twee varianten die voorgelegd worden aan de bewonersgroep, daar zou ik ook graag willen weten van de portefeuillehouder van welke kaders daar aan vastzitten. He, want als we het hebben over burgerparticipatie, en daar hebben we een prachtige participatieladder van gemaakt, moet wel helder zijn van wat wel en niet ingebracht kan worden, om ook teleurstellingen te voorkomen. Voorzitter, en wat de teleurstellingen voorkomen betreft, het is, als wij hier dadelijk akkoord zijn, de bevoegdheid van het college om uit te voeren. Maar ik zou toch wel graag dat de gemeenteraad erin meegenomen wordt. En waarom, voorzitter? Om ook die teleurstellingen te voorkomen. Dat we achteraf hier met gevulde tribunes zitten, dat het proces niet goed gelopen is of dat mensen niet tevreden zijn. Wat wij wel graag hopen, voorzitter, is, want er staat niet helemaal een tijdspad in, maar dat er wel snelheid in acht wordt genomen. Want wij hadden graag gezien dat het echt voor de zomer klaar is. Want in het stuk staat dat de verwachting is dat het voor de zomer klaar is. Maar wat mij betreft, ik gaf het net al aan, is het traject tot nu toe een beetje stroperig verlopen. Want de begroting 2018 behandeling is al lang geweest. En mijn verzoek is, en daarmee de vraag aan het college, van als zij ervoor zorgen kan, dat het voor de zomer af is. Voorzitter, wij zijn zeker blij met de actie, ook met de voorstellen die erin zitten. En ik hoop in ieder geval, voorzitter, dat dit een stap is in de richting van ook de aanpak rond de Vechtbrug en de Vassenerdijk en de Vechtkade, et cetera. Want daar kunnen we mooi bij elkaar aansluiten. Eén ding zegt u al, van er komt een uitritsituatie. Dat is al een prachtige stap in de richting, maar dat het een mooie voortgang kan geven. Ja, voorzitter, voor wat mijn buurman net zei van over de situatie rond de Stationsweg, waar we lering uit hebben getrokken, dan mag ik toch hopen dat we zo'n situatie niet meer terugkrijgen en dat er goed gekeken wordt naar de asfaltering of de klinkers die gelegd worden zonder dat daar trillingen of wat ook gaan plaatsvinden. Dus wat mij betreft, voorzitter, gaat de college er goed mee aan de slag dat het in één keer goed komt. Dank u wel, de heer Mors. Ja, dank u, voorzitter. Het grootste punt waar we op 29 juli vorig jaar over hebben gesproken was het verbeteren van de verkeersveiligheid. En ik zie nu dat er ook een kostenplaatje is begroot voor de erftoegangsweg plus, waarbij eigenlijk door plateaus en andere soorten zaken de erftoegangsweg eigenlijk altijd voorrang heeft. Ik heb daar dan persoonlijk en onze fractie ook wat zorgen over of dat dan toch niet een snelle doorgaande weg gaat worden of eigenlijk blijft. En dat we daar dan wel
een half miljoen voor uittrekken. Dus ik zou zeer zeker toch met nadruk willen vragen om samen met de bewoners te zorgen dat daadwerkelijk die veiligheid toch wel heel erg naar voren komt. Dank u zeer. Het is nog even wennen. En ik dank u. Heer De Ruiter. Voorzitter, een paar vragen die ik had, die zijn reeds door collega's gesteld. Ik heb er wel behoefte aan om inderdaad ook nog even met klem te verzoeken het onderzoek naar de snelheidsmetingen voorafgaand aan het uiteindelijke raadsbesluit nog wat verder uit te breiden. Ik wil echt aangeven dat wij graag weten wat voor snelheidssituaties, overtredingen daarvan zich op het hele traject voordoen. Dat is mijn vraag. Heer Moerman. Ja, voorzitter, dank u wel. De vragen zijn in orde geweest. Vragen over de zebrapad bij de Lidl zijn in orde geweest. Mede ook namens de bewoners inderdaad. De fietsveiligheid, we denken dat hiermee inderdaad dat in ruime mate wordt voldaan. Een andere vraag was over de snelheid van de besluitvorming. Ja, in dit geval is te spreken van snelheid wat een dubbele natuurlijk. Dus ik zou zeggen, haast u langzaam. Maar het is wel inderdaad zaak om dit zo spoedig mogelijk uit te voeren. Dank u wel. De heer Remmers, gaat u gaan. Dank u wel, voorzitter. Ja, voorzitter, ook de LPO heeft uiteraard kennis genomen van de plannen. En ook wij zijn blij met de uitvoering van de motie zoals die door de LPO en de VOV is ingediend. Wij denken dat het een duidelijk verhaal is met een aantal aanpassingen waar de LPO in ieder geval achter kan staan. Aanpassing van de voorrang vinden wij daarin een hele belangrijke. Ook de extra zebra's lijkt ons een goede zaak. Dit alles moet de snelheid er voldoende uithalen, zodat men in de praktijk waarschijnlijk niet boven de 30 kilometer uit zal komen, ook al wordt het dan geen 30 kilometer weg. Wel willen wij graag ook de wethouder vragen de inwoners te betrekken bij de verdere invoering van de plannen. En zeker ook bij de plaats van de zebra's waar die moeten komen. De aanpassingen bij de vechtkade is hopelijk een stap in de goede richting. Maar of dat al tot het gewenste resultaat zal leiden, durven wij nog te betwijfelen. Zal het verkeer inderdaad de rondweg gaan gebruiken? Of is daar toch de rotonde zoals de LPO die bepleit, is die daarvoor nodig? Ontstaat er een veiligere en overzichtelijke situatie voor de fietsers? Want dat blijft toch onze grote zorg. Tot slot blijft het financiële plaatje altijd lastig. Wat op papier in ieder geval lijkt een aantal relatief kleine ingrepen, blijken toch weer bijna 5 ton te moeten kosten. Laat ik het zo stellen, wat de LPO betreft hoeft dat geld niet op. Maar wel graag deze keer alles in één keer goed uitvoeren. Geen tweede stationsweg, SVP. Dank u wel. En ik dank u. De heer Wind van de ChristenUnie gaat u gang. Voorzitter, dank u wel. Ja, op zich vindt de ChristenUnie dit ook een goed plan. Het is natuurlijk wel een behoorlijke smak geld. Dat is ook al door meerderen hier opgemerkt. Wij zijn wel blij dat in ieder geval onze opmerking van dat stromen over het algemeen de weg van de minste weerstand kiezen, dat die toch serieus is genomen en dat er toch gekozen is voor een min of meer integrale aanpak. Dus ook met verkeersremmende maatregelen vanaf de vechtkade. Dus dat vinden we op zich een goed punt. We waren wel even benieuwd of er ook overleg is geweest met hulpdiensten, omdat wij vanuit de brandweer een keer de opmerking hebben gekregen dat ze zich wat zorgen maakten of ze dan nog wel de aanrijtijden konden halen. Als de Julianenstraat en de Schuringstraat zou worden aangepast. Dan hebben we eigenlijk evenals het CDA wat vragen over. Ja, hoe zit het nou precies met die meerkosten die we eventueel nog voor onze kiezen krijgen? En eigenlijk zouden wij toch willen vragen of we daar niet een overzicht van zouden kunnen krijgen. Van op welke meerkosten zouden er nog kunnen komen en hoe groot zouden die dan mogelijk zijn? Voorzitter, tot zover. Okay, dank u. Dan hebben we de eerste termijn gehad en dan is het woord aan de portefeuillehouder, aan de wethouder. Gaat u gang. Ja, dank u voorzitter. Ik wil eigenlijk beginnen met mevrouw Ella Roels dank te zeggen voor het positieve verhaal.
Maar goed, van, u bent ook betrokken geweest in het overleg met de afdeling. En ik denk dat we op dezelfde voet voort moeten gaan. Dan de vraag van het CDA. Trillingen of geluidsoverlast. We hebben, denk ik, van nabij meegemaakt van wat er op de stationsweg gebeurt. Wat er hier in ieder geval niet gebeurt, dat is dat de drempels komen. Want dat willen de bewoners niet. En ik zeg ook nadrukkelijk toe, zouden er al klinkers gebruikt gaan worden, dan wordt er nadrukkelijk gekeken wat daarvan van de effecten zijn. Maar het is de vraag of dat gebeurt. De spelregels met betrekking tot de besluitvorming. Van wij streven naar unanimiteit. Maar het blijft zo dat op basis van de interne regels het college in principe besluit van wat er gaat gebeuren. De kosten, ja, de inschatting is lastig. Maar dat is in principe ook geen wonder, want wij weten nog niet precies wat er gebeurt. En omdat je nog niet precies weet wat er gebeurt, weet je ook niet of er kolken verplaatst moeten worden. Wat ik wel toe kan zeggen, dat is dat het bedrag wat genoemd is, dat kaderstellend is. Dan vervolgens de handhaving. Kunnen we met zekerheid stellen dat er gehandhaafd wordt? Nou, die zekerheid kan ik u niet geven, want we hebben een nationale politie met eigen afwegingen. En ik geef alleen maar aan wat de vorige keer door portefeuillehouder Verkerk is aangegeven in dit opzicht. Dus die garantie krijgt u van mij niet. De VOV, formeren van een werkgroep, nou, dat staat in de stukken dat die geformeerd wordt. En ik heb zelfs gelezen van dat breed, een brede werkgroep wordt. Er zitten ondernemers in, bewoners in. En we gaan wel zien wie zich daarvoor melden. Het zebrapad bij de Lidl, daar neem ik kennis van, want dat kader ga ik hier niet stellen. Dat is in overleg tussen bewoners en de afdeling. Stel alleen het volgende kader, financieel, het bedrag wat hier staat, en het moet voldoen aan de regels, verkeersregels. Dan moet ik u een teleurstellende mededeling doen. Van, als u ervan uitgaat dat de Schuringstraat, Julianenstraat, voor deze zomervakantie is aangepast, dan gaat het niet gebeuren. Dat zit er absoluut niet in. Van, er moet eerst overleg gevoerd worden. Vervolgens moet er een keuze gemaakt worden. Vervolgens moet er een bestek gemaakt worden. Dat moet aanbesteed worden. Dus ik ga ervan uit van, dat we eind dit jaar mogelijk kunnen beginnen. Wat ik wel toe kan zeggen, dat is dat er alles op alles gezet wordt om de kruising op de Vassende Dijk per 1 juni aangepast te hebben. Nou ja, de opmerking van D66 over de verkeersveiligheid van, volgens mij zit dat gewoon in de aanpak, zit dat in het kader. Dus dat is duidelijk. De VVD. Onderzoek naar verkeersovertredingen. Verkeerssnelheid. Nou, ik heb begrepen dat dat niet alleen met die lussen op de weg gebeurt, maar dat er ook gegevens zijn van navigatiesystemen. En volgens mij is daar alles naar gekeken. Maar ik zal in overleg met de afdeling nog eens kijken van of dat stuk ook gegevens bekend zijn. Dan de Partij van de Arbeid, heb ik, over het zebrapad bij de Lidl heb ik al iets gezegd. Zo spoedig mogelijk uitvoeren, daar is het hele traject op gericht. Dan de LPO. Fietsveiligheid neemt in mijn beleving toe, want als je voorrang maakt voor fietsers, dan neemt de veiligheid toe. Dus dat is. En dan de ChristenUnie, overleg met hulpdiensten. Ik denk dat voordat het definitief wordt, van dat de hulpdiensten gevraagd worden om hun mening te geven. En de meerkosten, daar heb ik in feite al iets van gezegd. En welke kosten zijn er mogelijk? Ja, dat is erg lastig in te schatten. Voorzitter, tot zover mijn beantwoording. En ik dank de portefeuillehouder. Ik ga over behoefte tweede termijn. De heer Dunnewind wil in ieder geval. Gaat u gang.
Dank u wel, voorzitter. Allereerst dank voor de beantwoording van de vragen. Unanimiteit, zeg maar. Iedereen is het ermee eens. Een mooi uitgangspunt. En ik heb dus als er van de 100, dus als er 99 voor en 1 tegen, dan beslist het college, begrijp ik. Dat is volgens mij dan het verhaal. Ander punt wat ik heb is de handhaving toch nog even. Ik snap dat u die zekerheid niet kunt geven dat we daar niet over gaan. Maar we hebben een aantal keren hebben we daar echt de vlinger op gelegd. En dan moet het me van het hart, als dan het overleg met de politie aangeeft dat de infra bepalend is of we al dan niet gaan handhaven. Dan snap ik dat u niet kunt zeggen dat we dat maar zeker kunnen stellen. Maar in het voorkomende geval gaat het college in overleg met de politie om daar toch daadwerkelijk wat gerichter naar te gaan kijken dan. En ik snap nogmaals de harde toezegging, snap ik dat het niet kan. Maar ik wil toch wel iets meer eigenlijk in die zin. Ten meer omdat het al veel aandacht heeft gevraagd en de structuur aangepast gaat worden. Voor de rest als laatste wil ik namens de CDA-fractie, de wijkgroep, heel veel succes wensen met het bedenken, het uitvoeren van de herinrichting van de Julianastraat, Schuringstraat. Dank u wel, voorzitter. De heer De Jonge. Ja, voorzitter, één puntje, want de wethouder gaf aan van de situatie bij de Lidl, daar gaat hij geen toezegging over doen, want dat wilde hij juist bij de bewoners neerleggen. En dat was ook de reden dat ik gevraagd had van hoe het zit met de betrokkenheid van de raad. Want ik heb volgens mij aangegeven van het is een taak voor het college om het uit te voeren. Maar om achteraf de discussie te voorkomen heb ik gevraagd van om de raad tussendoor mee te nemen. En dit is nu juist een punt, onder andere waarvoor wij dit willen. Want het zou toch ontzettend jammer zijn, voorzitter, dat bijvoorbeeld zo'n situatie niet aangepast geworden en wij hier bij de besluitvorming dadelijk met elkaar weer met moties en abonnementen elkaar opdrachten moeten geven om het uit te voeren. Dus het zou in ieder geval mooi zijn dat er aandacht voor is voor die situatie op de Schuringstraat bij de Lidl. En de tweede zou ik dan graag willen dat voordat er besluiten worden genomen, de raad in ieder geval door middel van raadsbrieven of waar dan ook voldoende meegenomen wordt en geïnformeerd wordt. De heer Mors, D66. Ja, meneer de voorzitter, ik heb geen vraag, maar een suggestie van denk ook eens creatief. En de suggestie is dan, kijk eens naar het zebrapad. Als er toch bij de Lidl een zebrapad moet komen, kijk eens naar het zebrapad in Isafjordur op IJsland. Kan gewoon op internet gezocht worden, hoef je niet voor naar IJsland toe. Ik begrijp dat D66 de kosten vergoedt. De heer De Ruiter, niet... Moerman niet. De heer Remmers. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ik had nog één vraag aan de wethouder. Met dank uiteraard voor alle andere antwoorden die we al wel hebben. Maar ik vroeg me even af van, en ik snap dat het voor 1 juni niet allemaal geregeld is. Dat zal duidelijk zijn en dan ben ik al blij dat lukt met de Vast aan de Dijk. Alleen een ander punt wat misschien ook zou lukken in onze ogen, en daar verwachten we een heleboel van, is die voorrang. Dus zonder dat je volgens mij de hele weg op zijn kop moet hebben, zou je wel kunnen kijken naar de verkeersborden die nu de voorrang aangeven en het eventueel verwijderen van haaientanden. Volgens mij is dat geen gigantische ingreep zonder dat verder alles op zijn kop hoeft en zou je daar volgens mij al heel snel heel veel effect mee kunnen resulteren. Dus ik zou de suggestie willen doen om toch te kijken of dat misschien ook voor 1 juni te regelen is. Tot zover, voorzitter. Dank u wel. De portefeuillehouder, gaat uw gang. Goed, op de vraag van meneer Dunnewind van wij streven naar unanimiteit en als dat niet mogelijk is van dan kijken we naar de grootst mogelijke meerderheid en die zal er altijd zijn en uiteindelijk is de beslissing bij het college, maar het college zit wel zo in elkaar dat als er een grote meerderheid is voor een bepaalde variant dat het college hele sterke argumenten zou moeten hebben om daarvan af te wijzen. Dan naar de VOV, de heer De Jonge, die vraagt om de raad mee te nemen. Nou is het erg lastig als je uitgaat van participatie van de inwoners om dan tussentijds te rapporteren. Maar ik zeg u toe dat als er tussen de werkgroep en de uitvoerders van de gemeente verschil van mening is, dat ik u daarover zal informeren. En de suggestie van de heer Remmers, die neem ik op met de afdeling. Tot zover, voorzitter. Dank u wel. Dan hebben we hiermee de tweede termijn ook gehad.
En dan is mijn vraag uiteraard, is dit een bespreekstuk of een hamerstuk? Zeg je? De griffier heeft weer helemaal gelijk. Ik vergeet de uitnodiging aan de insprekers, als zij nog behoefte gevoelen om hier nog een opmerking over te maken. Nog meer lovende woorden richting wie dan ook. Niet? Dank u wel. Dan herhaal ik mijn opmerking. Rest nog om u te vragen, leden van de commissie, wordt dit een bespreken of een hamerstuk? Ik neem aan, als één lid zegt dat een hamerstuk. Oh nee, het was net andersom, geloof ik, hè? Hamerstuk. Bespreekstuk, alstublieft. Bespreekstuk, ja. Dan wordt het een bespreekstuk. Dank u wel. Dan hebben we hiermee agendapunt 5 gehad. Dan ga ik terug, als juist, naar agendapunt 4. En dat heeft te maken met de afsprakenlijst van de raadscommissie vorige keer. Daar zijn geen opmerkingen over binnengekomen en nu ook geen, dus dan is die hierbij vastgesteld. Ik dank u wel. Dan hebben we ook agendapunt 4 gehad. Dan gaan wij over naar agendapunt 6. Aanpak verhoogde asielstroom, nieuwkomers in Ommen. Wie mag ik daar over het woord geven? De heer Remmers. Of de heer Bonger. Ja, de heer Bongers, ik begin bij u. Gaat u gang. Dank u wel, voorzitter. Eerst even een wat technische vraag. Er wordt in de tekst gesproken over een toename van het aantal aanvragen of asielzoekers. Terwijl als we in de tabel kijken, dan zien wij daar een afname, zowel in 2017 en in 2018. Of we spreken over verschillende eenheden, of er klopt iets hier niet. Maar dat neemt niet weg dat wij met het college van mening zijn dat integratie van nieuwkomers in Ommen een absolute noodzaak is. Wij kunnen ook instemmen met de voorgestelde aanpak en financiering. Wel zijn we met de participatieraad eens dat er prestatieindicatoren moeten komen, op grond waarvan de voortgang en de resultaten getoetst kunnen worden. En tenslotte is de vraag relevant, ook het sanctiebeleid geldt ook voor deze categorie. Als mensen ondersteund worden, mag je ook verwachten dat ze zichtbaar het gewenste gedrag vertonen en meedoen aan daartoe geëigende activiteiten. Dat was het, voorzitter. Dank u wel. En uw vragen en opmerkingen brengen mij nog weer tot de gedachte dat ik eigenlijk vooraf ook had willen zeggen van, we hebben met elkaar toch wel in de gaten dat er sprake is van een verhoogde bijdrage vanuit het Rijk naar gemeente, hè, om die nieuwkomers op te vangen. En dat we hier praten over op welke manier we die middelen gaan inzetten. Hè. Dus niet zozeer de inhoud, als wel de manier waarop. Heer Moerman, gaat u gang. Ja, voorzitter, dank u wel. Inderdaad, heeft u gelijk. Het is een verhoogde bijdrage vanuit het Rijk, inderdaad. We kunnen ook mee instemmen. Ook mooi dat vluchtelingenwerk hier nauw bij betrokken wordt en daar ook er meer middelen voor krijgt. Ja, en wat betreft de brief van de participatieraad. Ja, terecht wijzen ze inderdaad op dat je die prestatieindicatoren aan te leveren. Ja, dat klopt. Maar in de laatste zin, dat is toch ook wel weer een lastige. De vraag relevant naar sanctiebeleid. Ja, aan de ene kant snap ik hem, aan de andere kant vind ik het ook een vreemde. Dat mag ook zichtbaar zijn in gewenst gedrag. Ja, dat klopt inderdaad. Maar wat las ik nou vandaag in de krant? Er is een bankier van de ING die. Dat vind ik ongewenst gedrag. En daar mag dan ook wel, of daar nou sanctiebeleid tegenover staat. Ik vind dat een lastige. Dus ik vind het wat een belerende. Maar goed, ik zal daar eens een keer met de participatieraad over hebben. Dat is ook niet aanwezig. Dat was het, voorzitter. Dank u wel. Dank u wel, de heer De Ruiter. Dank u wel. Eigenlijk één vraag die bij ons een beetje boven komt drijven. Wat is er was gesproken over een aanjager schijnende streep verbinder. En daar is geld voor gereserveerd, extra ambtelijke uren. Althans, dat is de vraag. Kan de portefeuillehouder een toelichting geven over wat precies de functie en noodzaak van deze aanjager inhoudt? Dank u wel. Het wordt al genoteerd. Mevrouw Wouters, ga de gang. Dank u, voorzitter. Inspringend op die aanjager.
Daar zagen we dat het ook voor in het partners uit het veld. En er wordt eigenlijk alleen onder andere OVO benoemd. En onder andere, dan verwacht ik altijd een aantal. En wat ik mis is juist ook meer betrekking naar de HVO, de vrijwilligersvacaturebank en de horeca. Het zijn andere ondernemers die een andere blik hebben. Maar ook die mensen die uit de andere landen komen, kunnen misschien wel heel goed integreren op deze manier. En spreken ook veel meer eigen inwoners en toeristen trouwens. Daarnaast inderdaad die aanjaagfunctie waar extra geld incidenteel voor de komende 3 jaar, er wordt ook wel gezegd vooralsnog naar de BOH, gezien het al halverwege 2018 pas ingaat, dus zou ik ook wel eens willen kijken of het misschien niet meer richting BOH gaat, maar toch al wel meer richting gemeente om een eventueel in samenwerking met andere gemeentes die ook aanjaagfuncties aangaan, want volgens mij heeft elke gemeente een opleg van nieuwkomers en zou daar een hele leuke wisselwerking in kunnen komen. Dat wilde ik meegeven of dat ook mogelijk was. Dank. Dank u wel. De heer De Jonge. Ja, voorzitter, dank u wel. Voorzitter, allereerst, want dit is ook wel een belangrijk onderwerp, want we hebben hier een taak te vervullen. Moet me wel van het hart, voorzitter, dat we hebben de agenda vol staan met informatiesessies. En wat mij nou een grote tekortkoming vond, is wat wij vonden, is dat hier geen informatiesessie over gegeven is. Want als je dat gedaan had, dan hadden we toch wel dieper in de inhoud kunnen gaan en kunnen luisteren van wat gaat er precies gebeuren. En als je kijkt naar de brief van de participatieraad, deel ik met de voorgaande sprekers, dat wij graag zouden willen zien van wat er voor dat bedrag van 55.000 euro gaat gebeuren. En dat komt naar boven op het huidige bedrag en dan zit je al boven een miljoen euro. En ik vind dat wij als raad, als kaderstellend orgaan en controlerend orgaan, inzichtelijk moeten hebben van wat er voor het bedrag gaat gebeuren. En dus ik sluit me volledig aan dat daar PI's voor de tafel moeten komen en dat wij die hier daar inzage in hebben. Eigenlijk, voorzitter, geldt dat voor mij en in vragen de vorm voor beide van of het college dat wil leveren en daarbij aan wil sluiten. Dat geldt ook voor die 60.000 euro, want daar zouden wij toch ook graag voor willen zien van wat gaat daar voor gebeuren. Wat gaat die persoon of die FTE nou precies daarvoor doen, voorzitter. Ja, en D66 die zei het ook al, van alleen kijken naar de OVO als het gaat om integratie voor vrijwilligerswerk of voor banen, dat zou ik toch wel wat breder willen trekken. Want daar is volgens mij veel meer winst te behalen. Voorzitter, het volgende waar wij een beetje mee zitten is, wij begrijpen dat er een opdracht ligt om ook voor huisvesting te zorgen. Maar volgens mij heeft de Tweede Kamer ook ooit een uitspraak gedaan dat het niet tot verdringing mag leiden. En wij zouden graag van het college een plan van aanpak willen zien van op welke wijze die huisvesting gecreëerd wordt. Dus met de vesten of beter wonen, wie dan ook. En dan ook graag inzichtelijk willen hebben wat dat betekent voor de... Want ik vind dat de inwoners van Ommen daar ook recht in hebben, wat dat betekent voor de wachtlijst, van de reguliere wachtlijst bij de woningcorporaties. En dan zou ik dat ook graag het antwoord willen horen, want ik heb het niet helemaal na kunnen vinden, of de Tweede Kamer daar een uitspraak daadwerkelijk over gedaan heeft, over die verdringingseffect. Dus twee vragen, van is er verdringingseffect, kunnen we dat voorkomen? En op welke wijze gaan we daar afspraken over maken met de woningstichting? Dank u wel. CDA, mevrouw Makkega, gaat u gang. Ja, voorzitter, wij hebben ook een aantal vragen bij het stuk. Dit is een belangrijk thema. En we sluiten eigenlijk aan bij de eerste opmerking ook van de VOV. Wij hadden ook inderdaad graag gezien dat hier een informatiebijeenkomst over hadden gehad. Omdat je daarmee inderdaad wat dieper in de materie duikt en het stuk wat voor ligt bij ons ook wel een aantal vragen oproept. En het is een belangrijk thema, dus in die zin had ons inziens een informatiebijeenkomst inderdaad daar goed aan tegemoet kunnen komen. Het tweede punt is ook al genoemd door de LPO, dat gaat inderdaad over die prestatieindicatoren. En wat gaan de organisaties nu leveren? We steken behoorlijk wat financiële middelen in, dat is niet de discussie, maar wat krijgen we daar dan ook inderdaad voor terug en op welke manier? En dat brengt ons bij een derde punt en dat gaat over die aanjagen, wat ook al door een aantal genoemd is. Nu is het een aanjager bij de BOH, maar dat roept bij ons de vraag van vluchtelingenwerk, die heeft juist al heel veel
ervaring eigenlijk met opvang en een stukje integratie van deze doelgroep. Nu gaat deze aanjager weer extra wensen in kaart brengen. Toen denken wij, ja, joh, moet je dan juist niet bij vluchtelingenwerk zijn om die wensen, die hebben waarschijnlijk al wel zicht op alle wensen. En hoe ze dat het beste aan kunnen pakken. Dus nou, hoe verhoudt zich dat nu tot elkaar, die kennis en kunde die bij vluchtelingenwerk is en die nieuwe aanjager van de gemeente? En nou ja, zou die juist niet veel beter passen bij vluchtelingenwerk, die functie van aanjager? Dan hebben we ook nog coördinatoren vanuit de GGD en sleutelpersonen. Nou, toen werd het mij een beetje duister van wie doet nu wat en op welk moment. En of gaan we nu aanjagen om al die mensen bij elkaar te jagen? Nou, goed. en een laatste punt, voorzitter, dat betreft de rol van het vrijwilligerswerk. Zij ook een aantal collega's hebben dat ook genoemd. U noemt ook wel taalcoaches en inzet van ervaringsdeskundigen, maar we hebben vooral bij de tijdelijke opvang ook op de Bessemerberg het enthousiasme, gewoon enorm inzet van vrijwilligers gezien. En hier zie ik ze eigenlijk helemaal weer niet of onvoldoende terugkomen. Dus ja, waarom maken we daar juist van die ervaring die we al hebben en van onze inwoners geen gebruik? En tot slot, voorzitter, dan gaat het over financiële middelen. In het besluit staat dat we, als ik het goed heb, 145.000 gaan investeren. En op pagina 5 dan lees ik nog weer een bedrag van 15.000, wat we bijdragen aan de GGD. Dan kom ik op 160.000. Dus ik denk, ja, wat is nou precies het juiste bedrag? En op pagina 4 toen raakte ik een beetje het spoor bijster als het gaat om vluchtelingenwerk. Want dan, ja, ik vraag eigenlijk van wat krijgt vluchtelingenwerk nu echt om 2016 en 2017 en 2018? Want ik lees een stuk al zijn dat ze steeds meer krijgen, maar de bedragen gaan steeds omlaag. Dus het verbaasde mij. Nou, ik kwam er in ieder geval niet uit. Maar misschien kunt u mij dat haarfijn uitleggen hoe dat zit. Van 156.000 naar 2018, maar dan wordt het in 2017 52.000 en dan in 2018 weer 55.000. Toen dacht ik, nou, vertel. Praat me bij. Dat was het, voorzitter. Ik zal uw vraag doorgeven aan de portefeuillehouder. Heer Marsman, gaat u gang. Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Ja, wij vinden dit ook een uiterst belangrijk onderwerp. Vandaar dat we toch ook wel een aantal vragen hebben. Kijk, wij hebben het raadstuk, dit raadsvoorstel gelezen. Je kunt deze op twee manieren benaderen. De ene is, we krijgen vanuit het Rijk in de komende jaren uit verschillende potjes een groot bedrag. Dat is mooi. We schrijven een plan van aanpak. We gaan wat projecten starten, schuiven er een aanjager tussen. En dan moet het maar gaan lopen. Of juist de andere manier, van we krijgen per jaar circa 25 nieuwkomers in Ommen. Mensen die echt volledig onbekend zijn met ons land, onze taal, onze gewoontes, onze arbeidsmoraal, ons consumptiepatroon, noem maar op. Voor alles is nieuw. En we hebben een budget van 488.000 euro. En hoe gaan we er nu voor zorgen dat dit budget voor die nieuwkomers maximaal ingezet gaat worden? En dat we ze zo snel mogelijk en zo goed mogelijk en zo hoog mogelijk op de participatieladder gaan integreren. En dit alles ook zo snel mogelijk. En daarbij leggen we wat ons betreft de lat hoog. Want we gunnen toch immers onze nieuwkomers toch de beste kansen. En dit voorstel wat hier ligt is niet het een, nog het ander. En met de volgende vraag proberen wij enigszins wat duidelijkheid te krijgen over het plan van aanpak wat ons nu voor ligt. Nou, ten eerste willen we ons aansluiten bij de VOV en CDA over die raadsinfoavond. Dat had ons eigenlijk ook heel erg nuttig geleken als we dat van tevoren hadden gehad. En dan daarbij nog even de aanvulling. Daarbij zou het ook mooi geweest zijn als daar ook vluchtelingenwerk een bijdrage had kunnen doen. Misschien toch een optie om straks, als de nieuwe raad er is en er is iets van een update of wat dan ook, om dat misschien toch van tevoren te plannen. Vraag 2, die verhoogde instroombedragen die in het raadsvoorstel worden genoemd. In hoeverre dekken deze nu de bedragen die genoemd worden voor de uitbreiding van activiteiten voor nieuwkomers? Die ook in het raadsvoorstel worden genoemd. Is dit allemaal overheidsgeld of moet Ommen daar toch ook nog eigen middelen bij doen? Werd ons niet helemaal duidelijk met alle bedragen die genoemd werden. Vraag 3 is, zijn wij echt al tevreden als statushouders na 18 maanden minimaal op treden 3 van de participatieladder zitten? En dan praten we over deelname aan georganiseerde activiteiten. En daarbij moet je dan denken aan dat men dan op een cursus of op een opleiding zit of meedoet in het verenigingsleven. Dat is nou, ja, die ambitie vinden wij niet erg hoog en daarmee verdien je toch ook geen
boterham, denken wij dan. Statushouders die dit bereiken na 18 maanden zijn toch niet klaar om zichzelf te redden. En we lezen ook in het stuk dat Samen Doen ook aangeeft van dat ze in toenemende mate zien dat statushouders zich na 18 maanden niet kunnen redden. Hoe kijkt de wethouder hier tegenaan? En de ene statushouder is natuurlijk ook niet de andere. We krijgen ook nieuwkomers die bijzonder hoog opgeleid zijn. En wil je daar dan niet de ambitie wat hoger neerleggen? Ik neem aan dat je dan pas tevreden bent als je ze op de zesde treden van die ladder krijgt. Gewoon dat die mensen aan het werk zijn hoog opgeleid. En dat ze eventueel ook gewoon een goede boterham kunnen verdienen. En misschien wel een hele goede boterham. Dan in het raadsvoorstel wordt onder punt 2b gesproken over projecten. Gericht op integratie van asielzoekers en statushouders. En dan wordt er in het raadsvoorstel niet echt inhoudelijk op ingegaan. Maar wordt wel gesproken over onderwijs en verenigingsleven. En onze vraag is of deze middelen ook gebruikt gaan worden. Die gelden voor die projecten. Om aansluitend het traject naar werk te begeleiden. Want in het raadsvoorstel wordt wel genoemd dat begeleiding naar werk van statushouders met een uitkering primair wordt verzorgd door ATC Dienstenbedrijf. Maar is daar nou juist niet een hechtere samenwerking mogelijk tussen gemeente en ATC? En kunnen we daar die middelen die voor die projecten bestemd zijn ook niet voor inzetten? Dan onze laatste vraag. Dat gaat over de rol van de aanjager. Nou, in het raadsvoorstel wordt op diverse plekken uitgelegd wat hij gaat doen. We krijgen er een redelijk goed beeld van. Maar we vinden het wel lastig inschatten of die persoon ook 20% van het totale budget gaat terugverdienen. Maar goed, de praktijk zal het moeten leren. Maar de vraag die we wel hebben is of deze aanjager ook een rol gaat spelen in het opstarten van trajecten. Want wij stellen deze vraag omdat we uit enkele praktijkvoorbeelden toch de indruk krijgen dat statushouders soms erg lang moeten wachten voordat ze meegenomen worden in allerlei trajecten, integratietrajecten. En dat is om heel veel redenen heel erg onwenselijk. Want hoe sneller je start, des te hoger je de kans hebt om hoog op die participatieladder terecht te komen. Dus die aanjager, gaat hij daar ook een rol in spelen? Tot zover. Ik dank u. De portefeuillehouder, gaat uw gang. Ja, dank u wel, voorzitter. In algemene zin natuurlijk veel dank voor de steun van de benadering. Twee algemene opmerkingen breed gemaakt van, goh, het zou goed zijn als de gemeenteraad in informatiezin ook wordt bijgepraat. Dat is denk ik een heel goed punt. Ik ben ook heel blij met die belangstelling. Ik denk dat het goed is dat via de agendacommissie we de nieuwe raad al ergens in het begin gaan betrekken in dit verhaal. En misschien is het een idee om op het moment dat de aanjager een plan van aanpak verder heeft opgescherpt. En dan nemen we natuurlijk de elementen die hij heeft genoemd mee. Dat een mooi moment is dat zo'n aanjager, maar ook andere partijen zoals vluchtelingenwerk worden uitgenodigd. En u gaan informeren over de stand van zaken. Dat zou een praktische punt kunnen zijn. Dat is het eerste. Het tweede is terecht, is inderdaad gezegd van dit betreft eigenlijk een stukje invulling van extra geld vanuit het Rijk. Het hoeft niet op, maar het is wel zaak dat we natuurlijk aan de slag gaan. Want het gaat best wel om een heel belangrijk item. En dat onderstreept het college zeer. Dan kom ik even bij de bijdrage. Allereerst de heer Bongers. Ja, hoe zit het nou precies met de toename? Ik denk dat het goed is dat we zo in het plan van aanpak dus even heel precies gaan maken van hoe het met de cijferontwikkeling is. Het maakt nogal wat uit, namelijk of je te maken hebt met vluchtelingen, met asielzoekers, met statushouders en dergelijke. Ik denk dat het goed is om dat eens even goed in kaart te brengen. Want toen ik het stuk nog eens nalas, kon ik me uw verwarring eerlijk gezegd ook een beetje voorstellen. U wees er ook nog op, net zoals de participatieraad, dat het heel belangrijk is om prestatie in de kantoren in te vakken. Ja, dat is absoluut nodig. Was ook eigenlijk het kernpunt in het gesprek met de participatieraad. Was trouwens een heel constructief gesprek. We zeiden wel van, ja kijk, we zijn nu toch al een aantal jaren bezig. En vluchtelingenwerk hebben heel veel gevoel bij en doen heel goed werk. Maar ja, het is toch eigenlijk lastig om eigenlijk in te geven. Ja, men probeert hen naar een taalkursus te krijgen. Maar hoeveel taalkursussen zijn daadwerkelijk eigenlijk gevolgd? Laat staan, hoeveel diploma's zijn er uiteindelijk afgegeven?
Ja, en dat is toch wel informatie die willen wij nu toch boven tafel hebben. Dat is natuurlijk belangrijk om echt te weten van of er effect is. Nou, dat was inderdaad het gesprek in de participatieraad. Ik begrijp die bongers ook zo, hè, dat we dat soort informatie wat preciezer op tafel moeten krijgen. Ja, het moeilijke punt van het sanctiebeleid, u denkt daar anders over dan die Moerman, als ik het goed heb begrepen. Het college zegt toch wel van ja, kijk, sanctiebeleid is op zich een negatieve term. Maar het is wel zo dat je zeg maar, van iedereen zeg maar, die in Ommen zeg maar, een uitkering verstrekt krijgt, een bepaalde bijdrage verwacht. Het is niet onder het motto, wie niet werkt zal niet eten. Maar het is wel zo dat je mensen erop kan wijzen van, goh, de samenleving doet iets voor u, wij verwachten ook iets van u. En dat is ook vanuit een positieve houding. Want natuurlijk hebben zij er ook zelf belang bij om te integreren. Als ze hier mogen blijven, dan is het natuurlijk in hun belang om achter die geraniums weg te komen. En daar willen we ze best bij helpen. Meneer Moerman, u gaf ook aan van, dat u blij was dat vluchtelingenwerk hierbij betrokken is. Die is er ook inderdaad nou bij betrokken. Ik ben ook heel blij met de intensieve steun van vluchtelingenwerk, maar ook vooral met, en mevrouw Makkinga wees er ook op, de uitstekende samenwerking van vluchtelingenwerk met de vrijwilligers. Kijk, in het stuk is het verhaal van de vrijwilligers misschien een beetje weggeschreven, omdat dit aan de, meer aan de partij is geschreven, maar dat is daar goed ingebed. Dan de VVD, de heer Ruiter, u had het over van, goh, die aanjager, ja, kunnen we nog eens wat preciezer krijgen wat die aanjager gaat doen? Nou, ik denk dat het belangrijk is dat het is duidelijk dat er heel veel instanties bezig zijn met deze materie. En dat is ook logisch, hè, want het gaat niet alleen maar over de klassieker van huisvesting, hè, en eerste opvang. Nee, het gaat juist om de echte integratie, het gaat om taal, het gaat om vrijwilligerswerk, op weg naar werk. Hè, dus meerdere disciplines. Nou, dan is het wel zaak om dat zeg maar, op een goede manier te verbinden en kansen te pakken. Maar ook om het een beetje op maat te doen. Want, dat zei de heer Marsman volstrekt terecht, de ene asielzoeker of de enige staatshouder is de andere niet. Kijk, een dokter uit Syrië heeft een heel ander verhaal natuurlijk dan een vluchteling uit Somalië die echt analfabeet is. En ja, natuurlijk moeten we daar maatwerk op hebben. En natuurlijk moeten we daar een goed, precies plan van aanpak hebben. Waar ook prestatieindicatoren aan verbonden zijn. Dus dat is inderdaad best wel een zware taak. Maar ik denk dat we daar uit gaan komen. Dan mevrouw Wernhuis. Ja, hele goede suggestie om niet alleen te denken aan de OVO. Eerlijk gezegd had ik dat eigenlijk al wel bedacht, maar het staat er niet in. Dus het is terecht dat u het zegt. Ja, horeca, HVO, volstrekt eens. Een lastig puntje is, laat ik het maar even noemen zoals het is, dat u zegt van ja, goh, zo'n aanjager, moet hij nou bij de BOH of niet? Ja, daar hebben wij gemengde gevoelens over, zoals bekend. Maar ja, we moeten iets doen de komende tijd. En op dit moment is het gewoon zo dat wij, hè, als er sprake is van een personele aanstelling, hè, dat je te maken hebt op dit moment met de bestuurders om Hardenberg. Die is er. Hè, en ja, het is een beetje lastig om al datgene wat we nou de komende maanden gaan doen, helemaal bij de gemeente te brengen. Want dan krijg je een hele bijzondere situatie. Hè? Want op dit moment heeft de gemeente, René, hè, dus de griffier hebben we, en met de secretaris, en dit zit. Dus het is wat vreemd om dan, hè? Maar ik snap wel uw punt dat we wel moeten bewerkstelligen dat die functionaris ook echt naar ommen gericht wordt. Maar dat heeft te maken met aansturing. Nou, als dat uw punt is, kunnen we daar zorg voor dragen. Dan, de heer De Jonge. Nou, informatiesessie, graag eens. Dus we gaan het voorleggen. Ook u had het over de prestatieindicatoren. Ook op het geld, volstrekt eens. Want dat was eigenlijk ook de aanleiding in de participatieraad. Hè. Het gaat om best veel geld. Hè. Nou, dan mogen we ook wel een keer zien dat. Dus daar zijn we het denk ik wel over eens. Ja, gevoelig punt is de huisvesting. Daar heeft hij wel een item te pakken. Kijk, het is natuurlijk zo dat we deels ontkomen we er niet aan, omdat wij vanuit het Rijk zogenaamde taakstellingen opgedragen krijgen. Hè. Dus dan zijn we gewoon gehouden om bepaalde statushouders te huisvesten, hè, in aantallen. We hebben natuurlijk ook geregeld overleg met de vesten van goh, in hoeverre geeft dat nou een potentieel probleem. Datgene wat wij terughoren is dat de materie op dit moment niet ernstig is. Maar ik denk dat dit een goed punt is om ook mee te laten nemen in het plan van aanpak van de aanjager. Hè. Want
dat gaat natuurlijk niet alleen over werk, het gaat niet alleen over taal. Ik denk dat het goed is om juist het huisvestingspunt ook te pakken en te vragen van, goh, zijn er op dit punt ook knelpunt? Dus ik denk dat dit een goed punt is om dat ook zo mee te geven. Dan mevrouw Makkinga, u had het ook over de informatiebijeenkomst en de prestatieindicatoren. Het verhaal van de A-jaar en de BOH. Ja, zou dat niet beter bij vluchtelingenwerk kunnen? Ik denk om twee redenen eigenlijk liever niet. De eerste is dat het is toch een iets breder verhaal dan alleen maar datgene waar de vluchtelingenwerk goed in is, of zelfs erg goed in is. Het gaat natuurlijk toch ook op weg naar werk bijvoorbeeld. He, dat is niet echt het dingetje van vluchtelingenwerk. En ook vluchtelingenwerk is iets minder toegespitst op het echte taalwerk op dit moment. Dus dat lijkt mij zeg maar inhoudelijk een argument. Ik zou het ook wat minder passend vinden als wij met z'n allen zeggen van, goh, het zou toch wel goed zijn om wat strenger te zijn op het punt van de prestaties. Nou, dan is de grootste partij is juist vluchtelingenwerk. En dan zou de slager in dit geval zijn eigen vlees moeten keuren. Dus dat zou denk ik niet zo handig zijn. Dus dat zou een overweging zijn om dat niet te doen. Maar goed, geen misverstand over. We doen natuurlijk een goed gesprek met vluchtelingenwerk. En dat is ook in samen met vluchtelingenwerk is het ook tot stand gekomen. Dus die verhoudingen zijn op zichzelf genomen goed. Ja, ik wees ook nog even op de GGD. Hoe zit die er nou in? De GGD heeft een eigenstandige rol hierin. Vanuit de algemene taak voor gezondheidsbescherming heeft GGD een eigen taak, een eigen geld. En dat moeten we er ook in integreren. Ik kan me voorstellen dat met al die cijfers het zeg maar ingewikkeld voor u is. Van, goh, hoe gaat het nou precies? Misschien is het praktisch dat gewoon in het plan van aanpak we dat nou eens even helemaal netjes gaan uitschrijven. Dat we dat nu niet nu gaan fijnslijpen, want dan zijn we een uur bezig. Maar dat we gewoon in het plan van aanpak u die duidelijkheid gaan geven. Dan tenslotte de ChristenUnie. Ik moet zeggen dat de manier waarop u het neerzette sprak mij zeer aan. Van, goh, we krijgen jaarlijks 25 nieuwkomers en we hebben daar flink veel geld in. Hoe gaan we dat nu eens maximaal inzetten om inderdaad die integratie te bewerkstelligen? Mag die lat hoog zijn? Nou, ja. En u gaf zelf al aan van, goh, het zal voor de ene asielzoeker of staatshouder anders zijn dan de andere. Dus laten we afspreken dat we dat in het plan van aanpak ook daadwerkelijk zeg maar, zullen ingeven. Want 18 maanden lijkt lang, maar voor bepaalde asielzoekers en statushouders is dat. Als we dat al halen, vind ik het geweldig. Als het ons gaat lukken om Somaliërs bijvoorbeeld in 18 maanden daadwerkelijk in het vrijwilligerswerk te betrekken met een redelijk taalniveau, dan hebben we het ongelooflijk goed gedaan. Maar dat onze ambitie bij goed gekwalificeerde, ik gaf het voorbeeld van de Syrische dokter, hoger mag zijn, dat ben ik met u eens. U had ook de vraag van, goh, hoe zit het nou precies met de verhoogde instroom? En zijn er ook eigen middelen bij betrokken? Kijk, we hebben natuurlijk bepaalde eigen middelen in het brede palet van het sociaal domein. Maar waar we het hier over hebben, is inderdaad het gewoon het extra geld van het Rijk, wat er bovenop komt. Ja, u wees ook nog op de samenwerking met het ATC. Die is zo zonneklaar voor mij dat het wellicht misschien wat minder scherp in het stuk staat. Ik stel u graag toe dat we dat in het plan van aanpak nog eens even expliciet maken. Ja, en de hamvraag is altijd de terugverdienvraag. Hè? Wordt die 20% terugverdiend? Ja, ik denk dat we dat inderdaad moeten zien. Maar uw suggestie om de aanjager niet alleen in het voortraject te hebben, maar juist ook daadwerkelijk te betrekken bij het begin van de trajecten, vind ik een hele goeie. Ik ga zeker kijken of dat tot een mogelijkheid wordt. Voorzitter, tot zover. En ik dank u. Mevrouw Makkinga. Voorzitter, ik begrijp vanuit de reactie van de wethouder dat hij zegt, nou, we moeten eigenlijk een plan van aanpak waarin de zaken uitgewerkt worden, zowel financiën als ook op inhoud. Dan wil ik even gewoon voor mijn eigen helderheid hebben, gaan we dan de stap zetten. Eerst een informatiebijeenkomst waar een conceptplan ligt en vervolgens de verdere stappen. De heer De Jonge. Ja, voorzitter, laat ik daar dan ook maar mee beginnen, want dat sluit wel een beetje aan bij wat ik nog als vervolgvraag had. Want voor ons is in ieder geval van belang dat er zo spoedig mogelijk
En eigenlijk had ik net met mijn fractiegenoten over dat het het liefst voor dat een raadsbesluit komt, een plan van aanpak komt van over de huisvesting, de PI's en de besteding van het geld, et cetera. Maar ik zou ook wel graag, want eigenlijk triggerde de portefeuillehouder mij een beetje. Toen die zei van over dat sanctiebeleid, de vraag van de heer Moerman van voor wat hoort wat. Hè? Ik beluister iets van het moet geen vrijheid, blijheid zijn. Ik zou wel graag willen weten van wat we dan precies verwachten, wat we er zelf voor gaan doen om de betreffende mensen te begeleiden in vrijwilligerswerk en van daaruit aan het werk te krijgen. Want ik moet wel, het is geen politiek debat hier, maar dan moeten we wel voor het had dat we daar nou de afgelopen jaren niet zo succesvol in geweest zijn om mensen erbij aan het werk te halen. En we hebben de afgelopen maanden een kickvoorstel aangenomen. En wat mij betreft, hè, daar zijn, ja, hebben we het geloof ik over 5 of 10 mensen gehad. Ik weet het exact niet meer precies. Maar daar zou dit nou precies bij aansluiten. En waarom maken we voor die 10 nou niet een veelvoud? En maken we een prachtig plan? Dus de vraag aan de voorzitter via u naar de wethouder is van, kan hij een plan presenteren van hoe we dat aansluiten met een kickvoorstel gaan bewerkstelligen? En ook van welke, wat we gaan proberen, hè, want die aanjagen voor die 60.000 euro, wat die er nou voor gaat doen om ervoor te zorgen dat we geen sancties op hoeven te leggen aan de betreffende mensen. Dank u wel. Mevrouw Werders. Bedankt, voorzitter. Nog even terugkomend op het stukje van iemand aannemen en binnen de BOH wil ik toch vragen om verder te kijken dan de neus lang is en echt op de samenwerking met andere gemeentes invulling te geven, want elke gemeente heeft ermee te maken. Dus we kunnen best wel eens bij Raalte of Dalsen vragen hoe zij het inrichten en of wij daar een samenwerking in kunnen gaan. En dan heb je een andere verbinding die je aangaat. De wegen zijn open om daarin te bewandelen. Nog één punt, dat heb ik de vorige ronde gemist om mee te geven. Wat ik eigenlijk nog mis in het stuk is, dit is heel erg gericht op de nieuwkomers die komen. Maar die komen in een wijk, in Ommen. En ik mis het puntje informatievoorziening naar de buurtbewoners. Want dat zijn degenen die ze moeten oppakken. En daar ligt echt zo'n cruciaal punt om ze mee te nemen. Want als de buurtbewoners tevreden zijn, weten wat er gebeurt om hen heen, in plaats van alleen maar het gevoel hebben van, joh, er wordt er iemand gedumpt en we moeten er wat mee. Is de weerstand hoger. En op het moment dat je de mensen mee hebt, is ook de integratie gaat sneller. Dat wou ik nog meegeven. Dank u wel. Heer Boers. Ja, voorzitter, het is mij nog niet helemaal helder wat nu de procedure wordt. Want krijgen we nu een aangepast voorstel waarin het een en ander verder uitgewerkt is? Of krijgen we eerst, zoals mevrouw Makkega zegt, een informatieavond? Ik zou er graag helderheid over willen hebben. Naast mij wordt geknikt, dus die helderheid wordt gegeven, denk ik. Heer Marsman. Ja, oké, ja, dan zit ik even te twijfelen of ik mijn vraag. Inderdaad, als er inderdaad sprake is van een plan van aanpak, dan zouden we inderdaad aansluiten bij een aantal partijen die zeggen van, dan zouden we daar van tevoren graag over die infoavond daarvoor willen hebben. En wat dat ambitieniveau betreft, ja, die vraag die hebben wij gesteld, omdat we met name in het stuk lezen dat we daar eerder een achteruitgang zien. Het Samen Doen team maakt zich zorgen over het aantal mensen wat zich niet kan redden na die 18 maanden. En dat kan natuurlijk te maken hebben met de samenstelling van de nieuwkomers die je hier krijgt. Ik weet dat Ommen heel veel mensen vanuit Eritrea krijgt, bijvoorbeeld, een hele grote categorie. Dus dat kan daarmee te maken hebben. Maar goed, ik denk in dat plan van aanpak dat het goed is om in ieder geval het ambitieniveau goed in de gaten te houden. De wethouder, gaat u gang. Ja, voorzitter. Ergens is het natuurlijk aan de raad zelf, hè, van wat ze wil, want het is uw verhaal. Het kan op twee manieren. Kijk, het is breed gedragen dat er een informatiebijeenkomst komt. En nou ja, goed, ik neem aan dat de agendacommissie dat dan wel sterk zal doen en dat het op korte termijn kan. Kijk, ik denk dat het dan praktisch is dat we dan wel een stap verder zijn gegaan. En dat er als het ware dan wel een plan van aanpak ligt. Maar dan moet u wel de gelegenheid geven om dat plan van aanpak te schrijven. Kortom, daar heb ik middelen voor nodig. Dus dat is dan wel een dingetje. Voorzitter, dus dat, even een interruptie. Want kan de wethouder dan aangeven van welke middelen die nodig heeft? Ja, de middelen voor de aanjager. En dan gaan we de aanjager natuurlijk vragen om dat plan van aanpak zeg maar, te schrijven. Al de verbinding te leggen met al die instanties. En dan kan dat worden voorgelegd aan u. Hè. Kan in informatiebijeenkomst, kan ook op andere manier.
En dan kunnen we vervolgens kijken wat dat voor betekenis heeft, zeg maar, naar alle organisaties, hè, zoals vluchtelingenwerk, et cetera. Dat zou kunnen. Maar ja, dan denk ik wel dat het goed is om een beetje de vaart erin te houden, dat we wel de agendacommissie gaan vragen om dit april, mei uiterlijk te doen. Ik denk dat de agendacommissie meeluistert, de heer De Jonge. Ja, goed, voorzitter, dat hoop ik, hè, en ik vertrouw ook volledig op u. Maar de wethouder die geeft iets aan over die aanjager. En in ieder geval zou mijn fractie ermee kunnen leven dat we daar even een knip in maken. Dat we zeggen van nou, we stellen die 60.000 euro beschikbaar, hè, of een deel daarvan, zodat het plan van aanpak geschreven kan worden. Want dat maakt het voor ons als gemeenteraad ook wel makkelijker in de besluitvorming straks. Ja, nou, maar goed, daar zat ik ook aan te denken. Voorzitter? Ja, de heer Bongers. Sorry, mevrouw Makker. Het is vandaag vrouwendag, hè? Dus ja. Dank je wel. Ik denk inderdaad dat het goed is om inderdaad dat plan van aanpak, dan daarmee die informatiesessie en het plan van aanpak, dan heb je veel meer, althans wat mij betreft, meer inzicht in van nou, welke stappen gaan we nu zetten, wat voor resultaten verwachten we daarvan. En dan heb je inderdaad met elkaar inzicht van nou, die en die stappen gaan we zetten. Dus ik zou er echt veel voor voelen om inderdaad aanjager aan het werk te zetten, informatiesessie te beleggen, zodat we het plan van aanpak kunnen bespreken en dan de vervolgstap. Ik ga een beetje door mijn eigen orde heen, geloof ik, op dit moment. Dat zou betekenen dat we een aangepast raadsvoorstel krijgen. Exact, dat zou ook mijn opmerking zijn, dat ik niet helemaal 100% nu voor ogen heb op welke manier dan het raadsvoorstel in elkaar gestoken moet worden. Want dat kan in ieder geval niet via dit raadsvoorstel. Dus dat, maar laten we dat even achteraf zeggen. Eerst maar even de ronde afmaken, want daar was ik geloof ik mee bezig. Nee, ik was niet? Dan met de beantwoording bezig. Beantwoording? Ja. Interruptie. Ja. Kijk, de Jonge zei van goh, er zijn natuurlijk ook nog andere verwante vraagstukken zoals KIK. Hè, en dat is ook zo. Het is overigens niet zo dat het aangehaakt wordt met KIK. Want KIK is natuurlijk alleen op werk toegespitst. Hè. Dit is breder. Maar dat er samenhang is, ja, natuurlijk. Mevrouw Wenners, ja, als ik erover nadenk, ik denk niet dat we het moeten doen. Ik denk niet dat we personeel moeten gaan onderbrengen in een apart instituut of et cetera. Dan gaan we op een hele vreemde manier aan de slag. We hebben op dit moment de bestuursdienst Omme Hardenberg. En dat is ons vehikel op dit moment. Ik denk dat het erg onzuiver gaat worden als wij voor losse stukjes. Dus ik denk dat we daar niet aan moeten beginnen. Laat ik het ook maar helder zeggen zoals het is. Waar ik graag in volg is het verhaal naar de bewoners toe. Want dat is inderdaad een heel belangrijk punt. Want we zeggen wel eens integratie, hè, van nieuwkomers in de samenleving. Dat is natuurlijk ook andersom. Dus daar heeft u zeker een punt en daar gaan we zeker mee pakken. En tenslotte naar het voorstel toe. Dat zal inderdaad moeten worden aangepast. Ik kijk naar mezelf, ik kijk naar de hardwerkende ambtenaren die nu nog harder moeten gaan werken. Ik denk dat we het stuk zeg maar in zoverre kunnen aanpassen dat, dat zou de duiding zijn. Dat zeg maar mogelijk wordt gemaakt dat het plan van aanpak wordt geschreven. Dus de aanjager wordt genoemd dat die 60.000 euro wordt bestemd. En dat in dat plan van aanpak een uitwerking komt. Indachtig ook datgene wat de participatieraad heeft gezegd. Hè, dus met de prestatieindicatoren en dergelijke. Met de richting. Hè, want zo heb ik het wel begrepen. Dat werd ook breed geschreven. De richting, hè, zoals in het stuk beschreven. Richting vluchtelingenwerk, et cetera. Dat stelt hij dan nog niet vast. Hè, maar dat komt in het plan van aanpak meer precies te beschrijven. Nou, iets in die sferen zie ik het voorstel wel voor me. En als we dat 22 maart willen doen, dan is mijn vraag aan de griffier. Wanneer moet dat dan al uiterlijk liggen? Voor 22 maart? Ja. Een week van tevoren. Een week van tevoren. Nou, laten we het zo doen. Wij gaan ons uiterste best doen om dat zeg maar een week van tevoren aan te leveren. Dit was de beantwoording dan, denk ik. Ja. Dus dan hoef ik op dit moment niet te vragen hamerstuk of bespreekstuk. Maar er komt dus een aangepast voorstel. En dan denk ik dat het verstandig is om dan te gaan bekijken hoe we verder gaan. Maar ja. Ja. Duidelijk. Dank voor de inbreng in ieder geval.
gaan wij door naar het volgende agendapunt. En dat is agendapunt 7, invoering besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen. Wie wil daarover het woord? Heer Remmers, gaat u gang. Dank u wel, voorzitter. Ja, ik denk anders komt de burgemeester voor niks, dus laat ik in ieder geval toch iets vragen. Want, waarschijnlijk valt het in die portefeuille. Dus. Ja, dat ga je voor niks kan. Okay. Ik heb ook geen kaart. Oh, dan kan ik nu alles zeggen, want ik krijg toch niks terug. Hans, goed. Het was eventjes van wie gaat het doen en het woord brandveilig viel. Dus ze zeiden, nou, dan moet de brandweerman maar doen. Dus vandaar. Maar wat de LPO betreft is wel een duidelijk verhaal. Een aantal zaken moeten in de APV worden aangepast door veranderde wet en regelgeving. De enige opmerking die ik daarbij heb is dat ik het wat curieus vind dat in het raadsvoorstel wordt gesproken over om zo de gemeente voor te bereiden op de invoering van de BBGBO, terwijl deze wetgeving al per 1 januari jongstleden is ingegaan. Dus ik denk niet dat het dan een kwestie is van voorbereiden, maar een kwestie van dat regelen wat geregeld had moeten zijn. Maar verder is het wat ons betreft een duidelijk stuk. Ik dank u voor uw waardevolle inbreng. Wie nog meer? Niemand meer? Heeft de portefeuillehouder behoefte om zijn kaartje te gebruiken? Ja, ik heb een kaartje nu gekregen, dus dat ga ik toch gebruiken. Dank voor uw inbreng. Waardeer ik. En zoals u het interpreteerde, zo moet u het ook lezen vanzelfsprekend. Want we kunnen niet meer voorbereiden op 1 januari van dit jaar. Daar zijn wij echt laat mee. Ja, dank. Ik dank u voor de beantwoording. Dit geeft geen aanleiding tot vragen bij de heer Remmers. Nee, duidelijk. Dank u. Ik neem aan dat dit een hamerstuk is. Dank u wel voor uw medewerking. Dan gaan we over naar het volgende blokje overleg met het college. Ontwerp bestemmingsplan buitengebied Bergweg 26 in Ommen. Agenda punt 8. Wie wil daarover het woord? Twee willen daarover het woord, als ik het goed zie. De heer Remmers, gaat uw gang. Dank u wel, voorzitter. Bergweg 26, een pand met veel historie. En in die zin misschien ook wel zonde dat het zou verdwijnen. Aan de andere kant, zoals het er nu bij staat, is het ook niet fraai, dus wat dat betreft. In 2013 is er natuurlijk al een toezegging gedaan. En als betrouwbare overheid vinden wij dat we ook onze toezeggingen gestand moeten doen. En daar ligt een gedegen voorstel wat ook vast heel mooi zou worden. Er ligt een goed beeldkwaliteitsplan, een mooi erfinrichtingsplan en ook niet geheel onbelangrijk, een goed doorlopen GOP-procedure. Dus wat dat betreft kan het plan rekenen op de steun van de omwonenden en daarmee ook van die van de LPO. Dank u wel. Die laatste conclusie. De heer Mors, gaat u gang. Ja, ik haak daar gewoon ook op aan. Want het is voortborduren op besluit van 29 oktober 2013. Dus prima. Wat er wel gaat gebeuren is dat er een recreatiebestemming wordt omgezet naar een woonbestemming. In hoeverre zou dat nog een precedentwerking kunnen hebben? Dank u. Verder zijn er geen vragen, zie ik. De portefeuillehouder. Eén vraag heb ik gehoord. Zou u dat kunnen verduidelijken? Precedentwerking? Oh, er zijn, zoals u ongetwijfeld weet, een hoop mensen die recreatiewoningen hebben en waar een recreatiebestemming op zit, die daar graag een woonbestemming op willen hebben. Er zit hier een recreatiebestemming op het bijgebouw. En dat was een groepsaccommodatie en die wordt afgebroken. Dus ik zie niet in wat voor precedentwerking er zou kunnen zijn. Dank u voor het antwoord. Of het afbreken zou een precedent moeten zijn natuurlijk. Als daar verder geen vragen meer zijn, dan hebben we ook deze termijn een enige termijn gehad. En dan neem ik aan dat wij het college kunnen toevertrouwen om dit ontwerp ter inzage te leggen of te laten leggen. Dank u wel. Dan hebben wij ook dit agendapunt gehad en dan gaan we over naar agendapunt 9. Aanbesteding maatwerkvervoer 2. Is er behoefte aan behandeling van het stuk? Er is gewisseld, dus ik neem aan dat er belangstelling is. Ik begin bij het CDA. Gaat u gang. En ik neem aan dat elk van de partijen daar wel wat over wil zeggen. Ja, dank u wel, voorzitter. Een wisseling wil niet altijd zeggen dat het sneller gaat, hè?
Dus dan moet ik weer van alles erbij pakken, voorzitter. Ik had het niet over snel, voor het ik woord. Had het over dat er behoefte was aan inspraak. Jazeker, jazeker. We hebben als CDA vragen gesteld, hè, naar aanleiding van de gunning voor de aanbesteding 2 van het doelgroepenvervoer. En de vragen, nog even voor degenen die die niet gehoord hebben, zijn gericht op de naleving en de goede inzet, zeg maar, van ons eigen beleid. En ook de aanbevelingen die de Rekenkamercommissie ons als raad gegeven heeft in 2015. En de vragen die we gesteld hebben zijn natuurlijk naar aanleiding van de brief van het bedrijf, taxibedrijf Steen. Tegelijkertijd is het goed om duidelijk te zijn, want vanavond gaat het als CDA-fractie om een evaluatie- en toetsmoment. Dus wat kunnen we leren van deze aanbesteding? Wat is onze rol als gemeenteraad in deze? En hebben we in gezamenlijkheid voldoende vorm gegeven aan ons beleid en aan die aanbevelingen van de Rekenkamercommissie? Want de gunning is zoals die is en ik denk dat dat ook duidelijk is om hier te benoemen. Daar kunnen we heel veel van vinden, maar volgens mij is dat niet onze rol. Wel heeft de CDA-fractie een aantal vragen als we dus kijken naar het toetsen en het evalueren. Want in het Rekenkamercommissierapport wordt ook gesproken over het periodiek informeren van de gemeenteraad over de inkoop- en aanbestedingszaken. En vandaar ook onze vraag: op welke manier wordt de raad nu periodiek geïnformeerd over de uitvoering van het inkoop- en aanbestedingsbeleid? Want dat zou 2 keer per jaar plaatsvinden. Ik heb dat nog niet gezien, maar wellicht heb ik het gemist. En op welk moment is de gemeente dan, de gemeenteraad dan aan zet, daar waar het gaat om de wens te uiten om wellicht op een andere manier aan te besteden? Of om extra aandacht te besteden aan andere bepalende onderdelen binnen een aanbesteding, specifiek voor de gemeente Ommen? Dus kortom, wanneer hebben we ruimte en waar is die ruimte dan? En zijn er binnen, zeg maar, dan ga ik wel even naar deze aanbesteding, zijn er binnen dit Europese aanbestedingstraject de selectie- en gunningscriteria zodanig opgesteld dat ook dus de lokale ondernemers voldoende gestimuleerd werden binnen uiteraard de mogelijkheden van de wet en regelgeving om dus mee te doen. Ik denk dat het goed is om dat gewoon nog een keer te noemen, want de burgemeester heeft het vorige week ook aangegeven. Ik heb dat ook teruggelezen, maar ik ben een leek in die zin, maar ik heb dat wel teruggelezen als ik het bestek heb gezien, dat er op heel veel fronten inderdaad naar gekeken is, maar hebben we dan nog iets gemist wellicht? En waren er wellicht ook andere aanbestedingsmogelijkheden binnen dit perceel? Dus voor een toekomstige overweging, ook voor ons als gemeenteraad. Je hebt daar mini-percelen en weet ik het allemaal niet wat. Nogmaals, volgens mij moeten we ook uitkijken dat we weer niet te technisch worden, maar hoe zou het dan anders kunnen? Een belangrijke die ook de Rekenkamercommissie aangaf richting ons was: hebben jullie nu ook als gemeente, maar ook als gemeenteraad, de kaders dan helder gesteld? En zijn de doelstellingen over de bijdrage bij een aanbesteding voor lokale ondernemers dus ook smart geformuleerd, zodat het ook helder en transparant terug kan worden gelegd naar de gemeente of naar ons als raad? Dus zijn we dan ook helder in de communicatie? Dat is ook wat de Rekenkamercommissie ons als aanbeveling meegaf. Daar zijn we dan benieuwd naar. Om op die manier dan ook überhaupt bij te kunnen sturen als dat nodig is. En als we terugkijken, is het traject wat het CDA betreft correct verlopen, conform wet en regelgeving. Maar wellicht kan het college ons toch helpen van, goh, wat zijn nu kijkende naar de situatie? De lessen die we geleerd hebben en een volgende keer ook anders zouden moeten of kunnen doen, of misschien ook niet. Dat waren de vragen van de CDA-fractie. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel. De heer De Jonge, gaat u gang. Ja, voorzitter. Ik wil toch wel even kort terug naar de gelopen aanbesteding. En daar heb ik wel een paar vragen over. Want er is ook vanuit een raadslid een mailwisseling geweest over toekenning van punten aan een lokale ondernemer. Dat het niet mag. Dat staat ook in de raadsbrief die we gehad hebben. Nou, dat is in ieder geval bij ons al zeer duidelijk. Maar was er dan geen mogelijkheid om, en dat had ik bij de vragen ook al gesteld bij het vragenhalf uurtje, was er dan geen mogelijkheid om in het plan van eisen een aantal extra punten op te nemen, daar waar het gaat om werkgelegenheid? En zo ja, waarom is dat niet gebeurd?
En voorzitter, waar ik ook wel nieuwsgierig naar ben, is de toewijzing van de extra punten naar dat plan van aanpak. Want in hoeverre zijn daar punten in opgenomen die niet realiseerbaar zijn? En ja, het sluit ook een beetje aan wat mevrouw Bakelaar aangaf. Waarom is er niet gekeken om, hè, want als je, hoe groter je zo'n aanbesteding maakt, des te lastiger wordt het om lokaal iets te doen. Waarom is er niet gekeken om een soort knip te maken dat er wat meer kansen liggen voor die lokale CQ, regionale partners? Want als ik het goed begrepen heb, en dan doe ik hem even in vragende vorm, is een van de percelen is nog niet gegund. En de vraag is daarbij van, is het nu een totaalpakket wat uit drie onderdelen bestaat? Of zijn er drie uit elkaar geknipte percelen? Want een van die percelen, nogmaals, is om duistere redenen niet gegund. En waarvoor... Ik heb wel begrepen, moet ik daarbij geven, dat er maar op twee percelen ingeschreven mocht worden. Dus of dat nu te maken heeft gehad met deze... Dan had ik nog een vraag, want in het Ommernieuws stond een heel artikel volgens mij in de pagina van, nou noem maar, van het college van de gemeente. En ik zou u willen vragen om er eens even naar te kijken of alle dingen die daarin staan wel correct zijn. Maar volgens mij klopt daar niet helemaal wat daar neergeschreven is. Dat is een beetje uit de losse pols gegaan. Dus daar zou ik even aan u willen vragen of u daar even goed naar wil kijken. En eventueel rectificeren wat niet goed is. Ja, en dan voor de toekomst, voorzitter. Want we hebben het net ook al gehad over een informatiebijeenkomst. Het lijkt me in ieder geval goed dat wij, en ook naar de hand van degene wat de Rekenkamercommissie heeft aangegeven en wat wij als raad, maar u ook als college overgenomen heeft, de aanbevelingen, dat we met z'n allen eens een informatiebijeenkomst houden en dus met de voet op tafel goed met elkaar kunnen discussiëren op welke manier wij in de toekomst bij zulke grote aanbestedingen er toch voor kunnen zorgen dat er wat meer kansen liggen voor die lokale ondernemers. Want ik kan me voorstellen dat een grote partij die nu gegund heeft gekregen met een kantoor vol met mensen die zich continu bezighouden met aanbestedingen, dat we hier die niet in om en bij taxisteen hebben zitten. Dat we daar op welke manier kunnen kijken, en dat sluit ook een beetje aan wat ik net gevraagd heb, voor de extra punten voor de werkgelegenheid. Want ik kan me niet voorstellen dat, en ik heb een klein beetje mijn huiswerk gedaan, dat niet mogelijk was geweest. Dus ik zou graag met het college en de toekomstige raad eens willen discussiëren van op welke manier we dat en dan in de informatiesessie gestalte kunnen geven. Dank u wel. De heer Mors, denk ik. Ja, ja, dank u, voorzitter. Ik heb de stukken gelezen wat ons is toegestuurd. En omwille van de vertrouwelijkheid hebben we niet alles gekregen. Toch zijn er nog een paar dingen die bij ons boven komen drijven. Er wordt gesproken over social return on investment. Er wordt verwezen naar een bijlage B11. Dat zou juist een van die dingen kunnen zijn waarbij je... een beetje kan sturen op het gebied van de arbeidsmarkt. De resultaten daarvan heb ik niet mogen zien, maar mag misschien ook niet. Ik laat het aan u over. Verder heb ik nog gezien dat er gesproken wordt over een wachtkamerconstructie. Dat is artikel B216. Mag het college wel vertellen wat daaruit is naar voren gekomen? En de laatste is eigenlijk... er wordt in het aanbestedingsdocument ook gesproken over onderaannemers. En in hoeverre heeft dat eventueel ook nog invloed gehad? En kan dat nog invloed hebben in de toekomst ook voor onze ondernemers hier in Ommen? Dank u zeer. En ik dank u. De heer De Ruiter. Dank, voorzitter. Ja, we hebben twee vragen. Eentje is inderdaad gesteld. Ik zal hem even formuleren iets anders. Hoe en op welke manier kunnen wij als raad invloed hebben op een aanbestedingstraject in de toekomst, wanneer wij de intentie hebben om lokale ondernemingen tegemoet te komen? Vragen zijn eigenlijk ook in een andere vorm gesteld, maar daar zijn heel veel mensen benieuwd naar.
En wat sluit aan bij collega De Jonge, die het had over het niet geheel correct zijn van de tekst zoals die in het Ommenieuws staat, viel mij ook op. Ik moet zeggen, het was wel even prettig om in het Ommenieuws tussen alle verkiezingsnieuws een ander artikel te lezen, maar dan is het ook wel aardig als de tekst dan klopt. Ik ga daar niet in detail op in, maar dat kunnen we mogelijk zeer spoedig oplossen. En mocht het inderdaad incorrect zijn, dan zou een rectificatie op zijn plek zijn. Dank u wel. De heer Moerman. Ja, voorzitter, dank u wel. Wij hebben inderdaad ook, daar hadden wij een aantal vragen over. We hebben die vragen bij ook gesteld en de plaatsvervangend portefeuillehouder heeft die ook beantwoord. Dus verder hebben wij geen vragen. Dank u. De heer Bongers. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, als je de meegeleverde procedure bekijkt, dan denk je van nou, hoe heeft het mis kunnen gaan? Want als je de procedure leest, dan denk je van ja, de belangen van de lokale, regionale vervoerders is eigenlijk prima gewaarborgd. En toch is het misgegaan, want er zijn totaal geen winnaars. De gemeente is duurder uit. Nou, de lokale vervoerders staan buitenspel. De gebruikers die krijgen een nieuwe taxi, nieuwe vervoerder, wellicht een nieuwe chauffeur. En dat is jammer, want dat is natuurlijk niet wat we met z'n allen willen. Dus waar is het misgegaan? Dat zouden we graag van de begeleider, zeker de wethouder, willen horen. En om daar een puntje uit te lichten, kijk, er zit zeker geheimhouding op, maar er is ook gefocust bijvoorbeeld op duurzaamheid. Daar schijnt de winnaar toch goed op te scoren. Maar dat is wel heel vreemd, want over 4 jaar gaat die duurzaamheid pas echt tellen. Dan garanderen zij dat zij waarschijnlijk alleen elektrisch zullen rijden. Maar wie zegt dat wij hier, maar ook onze regionale taxibedrijven, dan ook niet allemaal elektrisch rijden? Dus die ontwikkelingen gaan zo snel. Hoe maak je dat objectief toetsbaar dat het aspect duurzaamheid ook echt op een goede manier tot z'n recht komt? Want over 4 jaar is de wereld totaal anders op dat gebied. Dus met andere woorden, ja, de criteria die gesteld zijn, misschien hadden we die wel op een andere manier gesteld moeten worden, zodat ook de regionale bedrijven een grotere kans hadden gehad. En daar zouden wij graag meer helderheid willen hebben voor de toekomst. Dank u wel, voorzitter. Dank u. De heer Marsman. Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Onze fractie heeft wel wat zitten twijfelen of we een inbreng wilden plegen op dit agendapunt. We hebben 2 weken geleden namelijk goed geluisterd naar de waarnemend portefeuillehouder, die heel duidelijk aangaf dat we de verwachtingen rond dit agendapunt niet moeten overschatten. We gaan dit namelijk niet terugdraaien. Ook de raadsbrief is daar wel klip en klaar over. Er is ook geen bezwaar aangetekend, dus daarmee is de gunning definitief geworden. Maar dat gezegd hebben, dan willen we wel van de mogelijkheid gebruik maken om dan toch maar vooruit te kijken. En allereerst maken wij ons grote zorgen om de werknemers bij het huidige taxibedrijf. Want wat gaat er met hen gebeuren? Is natuurlijk 2 weken geleden ook al gezegd, maar daar hebben wij ons bewust wat ingehouden. Wij willen de wethouder gaan vragen of hij binnen zijn mogelijkheden zijn invloed kan aanwenden om te kijken of de werknemers overgenomen kunnen worden. Onze tweede grote zorg zit bij het vervoer van leerlingen en binnen het speciaal onderwijs. En mogelijk speelt het wel breder. Want we lezen in een raadsbrief op bladzijde 3 dat de selectiecommissie onder de indruk was van de kwaliteit van de plannen als het gaat om aansluiting op individuele reizigersbehoeften. Maar hoe zit het nou met het vervoeren van groepen? En ook van groepen kinderen waarvan het bekend is dat ze niet zomaar in elke samenstelling samen kunnen reizen. Is daar rekening mee gehouden? Hoe is gegarandeerd dat voor deze groep de kwaliteit van reizen niet wordt aangetast? En tenslotte, meneer de voorzitter, en dat sluit ook al aan op wat een aantal andere partijen hebben gezegd, van toch ook de vraag aan de portefeuillehouder van of hij mogelijkheden ziet om in een volgende aanbesteding binnen de grenzen van de wet lokale aanbieders een nog betere kans te bieden. Want ja, het stuk geeft aan dat lokale ondernemers een betere kans hebben, maar dan zeg ik maar een nog betere kans. Maar ik zeg wel met hele grote nadruk binnen de grenzen van de wet, want daar hebben we ons wel aan te houden. En dan hierop aansluitend ook de vraag, en die heb ik ook al een aantal keer gehoord, dus ook de vraag aan de collega's of we het onderwerp aanbestedingsbeleid in het algemeen nog niet eens met elkaar een keer weer moeten bespreken. En tot zover onze inbreng. Dank u wel. De portefeuillehouder, ga de gang.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ik denk dat het al gezegd is van het verhaal op dit moment is definitief. Hè, dus we moeten wel oppassen dat we niet de verwachtingen wekken dat op dit punt deze aanbesteding anders kan. Maar ik snap natuurlijk wel dat juist omdat hier lokale belangen in het geding zijn en lokale werkgelegenheid, dat dit echt meer dan de moeite waard is om ook in de raad in gesprek te gaan. Ja, ik denk ook wel dat u allen beseft dat bij aanbesteding dat je gebonden bent aan regels. En een van de regels die daar ook geldt is vertrouwelijkheid. En dat is direct een heel lastig punt. Kijk, een van de partijen kan zeg maar ook in de openbaarheid zijn of haar inbreng duidelijk maken. Ik kan dat op geen enkele manier doen. Nog voor één partij, nog voor alle partijen. Dus dat maakt het wel een beetje beperkt. Dus richting de heer Mors, D66, juist op die punten waar ik graag iets over zou willen zeggen, over social return en dergelijke, mag ik het niet en kan ik het niet. Maar er kan natuurlijk wel iets over gezegd worden in de zin van, oké, maar hoe zien we dan het beleid en de kansen die er mogelijk zijn om bijvoorbeeld lokale inbedding te doen. Want college en raad die hebben daar een verantwoordelijkheid. Het is denk ik ook door mevrouw Wakelaar al gezegd van, goh, kan dan de raad haar verantwoordelijkheid pakken? Ja, kijk, formeel is het zo dat het college aanbestedingsbeleid voert en dat daar het kader zeg maar, voor door de raad wordt gesteld. Dat hebben we minder dan een jaar geleden ook gedaan. We hebben uitgebreid gesproken over het inkoopbeleid. Dat is ook vastgesteld uiteindelijk. Rekenkamerrapport was daar ook een aanleiding voor. En daar was juist een van de elementen van, kijk niet alleen naar prijs, kijk ook juist naar de verhouding van prijs-kwaliteit. Of tegenwoordig heet het dan zo'n mooi economisch meest voordelige aanbieding. Die hebben we nadrukkelijk ook natuurlijk betrokken in dit verhaal. Maar kijk ook naar duurzaamheid. En dat was inderdaad ook een overweging en dat was ook een opmerking van de Rekenkamer. Kijk ook naar mogelijkheden voor lokale inbedding. Nou, en uiteraard hebben we daar natuurlijk ook zeg maar expliciet naar gekeken. Want dan is de vraag van, goh, wat kan je dan doen met die lokale inbeddingen? En daar bent u allemaal natuurlijk nieuwsgierig naar. Nou, dat is sterk afhankelijk van de soort aanbesteding die je hebt. En grofweg kan je hier twee hebben. Een Europese aanbesteding en een meervoudig onderhandse aanbesteding. Kijk, meervoudig onderhands wil zeggen dat je gewoon een aantal partijen uitnodigt. En het kunnen dus lokale partijen zijn. En dat geeft natuurlijk veel mogelijkheden om lokale ondernemers te betrekken. Alleen in dit geval is een meervoudig onderhandse aanbesteding helemaal niet aan de orde. Op geen enkele manier. En hoe komt dat? In het aanbestedingsrecht zijn er twee verschillen. Je kunt werken aanbesteden en je kunt diensten aanbesteden. En voor werken geldt een hoge grens van 2,5 miljoen. Maar voor diensten geldt de grens van 221.000 euro. Dat wil zeggen dat als jij meer geld in zo'n aanbesteding hebt dan 221.000 euro, dan ben je verplicht om dat Europees aan te besteden. En u weet wel een beetje wat het geld is in het vervoerswerk. Je komt altijd op een Europese aanbesteding uit. Zelfs al zou je alleen maar een perceel pakken voor Ommen. En je zou zeggen, ja, is dat nou verstandig, want het vervoer houdt niet op bij de grens. Maar goed, zelfs al zou je dat doen. Zelfs al zou je alleen maar Ommen pakken, dan red je het niet. Sterker nog, zelfs al zou je alleen maar het leerlingenvervoer of alleen het doelgroepenvervoer van Ommen pakken, red je het nog niet. Dus hoe je het ook went of verkeerd, je komt in een Europese aanbesteding uit. En wat geldt dan? Nou, dan geldt er helaas heel veel restricties. Want de hoop die diverse van u hadden van, goh, maar kunnen we dan toch niet een aantal punten toekennen? No way. Direct strijd met de wet. Gebeurt dus gewoon niet. Dat is jammer, maar het is nou eenmaal zo. Wat je wel kan doen, en dat hebben we ook geprobeerd in de brief nadrukkelijk te verwoorden, is om de lokale partijen actief uit te nodigen. Dat mag. Dat hebben we ook gedaan. Dat je ze betrekt in een marktconsultatie. Dat mag. Dat hebben we ook gedaan. Dat je de overwegingen die in die marktconsultatie worden ingebracht ook nadrukkelijk meeneemt in de aanbestedingsleidraad. Dat mag. Dat is ook gedaan. Dat je het monopolie van een groot perceel probeert te doorbreken. Dat mag en hebben we ook gedaan. Hè, want maximaal 2 van de 3, hè, de jongen zei het al, kon worden ingezet. Dat je zeg maar, de omzet
van een partij, hè, daar moet een minimaal van worden bepaald, dat je dat toch ook tot een zeker minimum beperkt. Met andere woorden, dat je niet alleen maar hele grote partijen gaat uitnodigen, hè, want je zou een enorme omzeteis kunnen stellen. Nou, daar hebben we juist ook naar gekeken. En dat we natuurlijk mogelijkheden hebben geopend om samen te werken. Nou, daar is ook gebruik van gemaakt, want er zijn een aantal partijen, waaronder taxisteen, die gezamenlijk zeg maar, hebben meegedaan. En dat je ook geen enkele beperking, maar ook geen enkele beperking zet op onderaanbesteding. En dat is potentieel gunstig voor, in dit geval, een lokale partij als taxisteen. En waarom is dat? Om de simpele reden dat dat feitelijk gebeurt. Want op dit moment is bij dat vervoer taxisteen op dit moment een onderaannemer. Want op dit moment, als het gaat om het leerlingvervoer, zelfs ook voor het leerlingvervoer en voor het doelgroepvervoer, is taxisteen onderaannemer. En hoe gaat het nou straks? Ja, kijk, je kunt natuurlijk zeggen, Van Munkhof die gaat 200 chauffeurs aannemen en 180 auto's kopen. Dat mag en dat kan. Is dat nou voor de hand liggend? Nee. Is dus onderaanneming in dat verband een kans? Jazeker. Is dat zelfs een behoorlijke mogelijkheid? Ja, natuurlijk. Juist omdat dit vaak voorkomt. Het is geen zekerheid. Maar het kan wel. Ja, wat kun je dan als gemeente doen? En dat doen we natuurlijk ook. Is richting Munkhof zeggen van, goh, hoe kijk jij tegen die onderaanbesteding aan? En welke kansen zie jij voor een lokale ondernemer? Natuurlijk hebben we daarover het gesprek. Stel nou eens dat het absoluut helemaal niet lukt. Dat kan, maar ik kan op dat punt geen enkele garantie geven. Is het dan zo dat zeg maar een stuk werkgelegenheid verdwijnt? Ja, dat zou inderdaad een mogelijkheid kunnen zijn. Het is overigens dan wel zo dat in de CAO zeg maar, waarborgen zijn dat de desbetreffende chauffeurs wel degelijk ook zeg maar, dat daaraan aan wordt gedacht. Het is geen 100% overname hoor, begrijp me goed. Begrijp me goed. Maar er zijn wel degelijk bepalingen dat zeg maar, daar ook wel degelijk aan gedacht wordt. Het is niet zo dat de gemeente zeg maar, het personeel overneemt. Ik snap de zorgen zeg maar, die er zijn, maar dat is niet onze rol. En die moeten we dan denk ik ook niet pakken. Ja, er was nog een vraag over van de heer Borst. Van, ja, hadden wij zeg maar, niet meer objectief kunnen kijken in de praktijk, hè? Want als het bijvoorbeeld gaat om duurzaamheid, hè, hoe gaat het nou in de toekomst? Nee, dat kan niet. Het is heel simpel. Aanbesteding, dat doe je op basis van, en beoordeling doe je op basis van het plan dat voor ligt. En niet op basis van de praktijk die eventueel een aantal jaren later enzovoort. Zo zit het nou eenmaal in elkaar. Zo is het geregeld en er is ook geen andere mogelijkheid om dat te doen. Je moet gewoon objectief kijken, je moet erop scoren. En dat weten ze ook al met elkaar. En geen misverstand over, alle inschrijvers weten dat ook. Daarom is het ook, denk ik, ook logisch dat er geen enkel bezwaar is tegen deze procedure. Ja, er was nog even wat verwarring over een publicatie in Ommenieuws. Die is mij nieuw, maar ik zeg graag toe dat we even kijken naar die publicatie. Als daar een fout in staat, ja, dan gaan we dat natuurlijk even rechtzetten. Dat spreekt voor zich. Er was nog één vraag over ja, goh, de borging van de kwaliteit. Hè? Hoe kunnen we dat nou doen? Ja, het spreekt voor zich dat wij, het gaat om hele grote belangen, want terecht dat er ook zorg is voor de werkgelegenheid van de chauffeurs. Maar het gaat uiteindelijk natuurlijk wel om zeg maar de kwaliteit voor onze inwoners en onze leerlingen. En hoe borgen we dat met elkaar? Nou, op een aantal manieren. Allereerst, de gemeente zit er zelf bovenop. Er is afgesproken dat we een maandelijke rapportage krijgen. En dat is niet alleen op basis van cijfers, maar ook op basis van klachten, mededelingen of daaromtrent. En dat we daar ook het gesprek over hebben, dat is één. Overigens, dus twee, er is een onafhankelijke klachtenprocedure die daarbij past. En die gaan we dus ook inzetten. En ja, natuurlijk gaan we kijken van wat dat voor betekenis heeft. Er zijn in het contract daar ook opmerkingen over gemaakt. Ja, en de slotvraag. Die is eigenlijk gesteld door de heer Bongers. Waar is het nou misgegaan? Ja, ik deel de vraag niet, ik deel het antwoord. Als volgt. Kijk, natuurlijk is het teleurstellend als zeg maar een lokale ondernemer die meedoet in een aanbesteding, dat hij niet de hoofdprijs pakt. Ik stel alleen maar vast dat dat
eigenlijk niets nieuws is. Want bij de vorige aanbesteding, die nu te schelden, was het ook het geval. Daarmee is dus niet op voorhand gezegd dat er alleen maar verliezers zijn. Zeker niet. Het tweede is dat we zeg maar met deze aanbesteding wel een pakket hebben. En u heeft het zelf al aangegeven, met een duurzaamheidsambitie die ongekend is. Het is nog nooit voorgekomen dat zeg maar een vervoerder deze duurzaamheidsambitie heeft neergezet. En we roepen met z'n allen dat we meer duurzaam willen zijn. Nou, ik vind het knap dat een vervoerder dit ook echt eens een keer zo heeft durven zetten. De prijskwaliteit die lijkt wat ons betreft goed. Natuurlijk wordt daarop op geborgd. Richting de heer Marsman, evident dat ook wordt gekeken naar groepen en leerlingenvervoer. Dat was nou juist inherent aan deze hele zeg maar aanbesteding. Ik zie niet alleen verliezers. Sterker nog, ik denk dat dit best wel een hele goede aanbesteding is geweest. Binnen de grenzen van de wet. Die heb ik proberen te stellen. Maar ook nog wel met mogelijkheden. En die heb ik ook gezet. Nou, voorzitter, tot zover in eerste termijn. Hey, dank u wel. Ik maak het tweede rondje. Tweede termijn. Mevrouw Bakelaar, gaat u gang. Dank u wel, voorzitter. Allereerst hartelijk dank voor de uitgebreide beantwoording. En inderdaad ook wel de duidelijk aangeven dat deze aanbesteding wel conform wet en regelgeving en ook met alle mogelijkheden voor de lokale economie gedaan is. Nog twee vragen resteren wat mij betreft wel, want naar aanleiding van de Rekenkamercommissie was ook heel praktische vraag van op welke wijze wordt de Raad nu geïnformeerd over aanbestedingen en een aanbestedingskalender. Ik heb hem nog nooit gezien en ik zou dat toch wel wenselijk vinden dat we daar gewoon goed bij betrokken worden. En twee is, wat leren we nu van dit hele proces? Ik ben daar gewoon benieuwd naar. Van wat leren we hier nu van? En dan niet terugkijkend, maar vooruitkijkend. Is dat wij dus een informatiebijeenkomst moeten hebben? Dat we als raad duidelijker moeten kijken van wat is nu onze rol? En wat u zelf ook zei, van nou, het is aan het college. Of hebben we wel met elkaar de discussie over bepaalde element waarvan we zeggen van nou hier willen we gewoon de kwaliteit laten prefereren, hè, en de lokaliteit. Hoe leren we hiervan? De heer De Jonge. Ja, voorzitter, een heel relaas, maar terugdraaien, en daar zijn we het volgens mij wel met z'n allen over eens. Dat zou vrij lastig worden, want de partners of de andere inschrijvers hebben ook geen beroep aangetekend. Die termijn is versloten. Maar ik ben wel van mening dat de wethouder het allemaal een beetje te rooskleurig schetst. He, van over in de CAO zaten mensen over moeten. Volgens mij is er iets geregeld in de wet personenvervoer 2000. Een soort artikel 40 overleg waar ik ook al van begrepen heb dat het inmiddels geschrapt is uit de wet. Dus daar zijn de kansen heel klein voor. Het is te hopen dat, en ik hoop dat het college of dan degene aan wie ze het uitbesteed hebben, er met de betreffende partij die gewonnen heeft, die de gunning heeft gekregen, rond de tafel gaan zitten. Om in ieder geval de onderaanbesteding toch wel te kijken naar de maximale mogelijkheden voor de lokale partijen hier. Alhoewel me daar ook wel een heel naar gevoel bij bekruipt. Want als je een partij uitsluit van inschrijving, omdat ze een plan van aanpak wat minder geschreven hebben naar andere partijen in het kader van de duurzaamheid en een vervolg in de aanbesteding, in de onderaanbesteding het weer aan die partij gaat gunnen. Dus ik heb er een dubbel gevoel bij. Ik hoop dat het gegund wordt hier in Ommen, want dat geeft ook kansen voor de verdere economie van Ommen. Want ik heb begrepen dat er een offerte van het bedrijf, de taxibedrijf, naar een ondernemer in Ommen is gegaan om extra taxibusjes te bestellen. Dus het is van wezenlijk belang. Maar daar zit ook weer koppelwerkgelegenheid vast. Dus de vraag aan u is om de maximale inzet voor te doen. Dat als er een onderaanbesteding plaatsvindt, dat daar grote kansen moeten komen te liggen voor de vervoerder hier. Alhoewel ik wel mijn vraagtekens erbij heb. Want de gegunde partij die heeft een hele grote concessie landelijk verloren. Dus ik denk dat die nogal wat medewerkers over zal hebben. En daar wou ik het even belaten. Ja, dank u. Meneer Mors. Ja, dank u, voorzitter. Ik deel de mening van de portefeuillehouder dat we het graag zien dat er door middel van onderaanneming het een en ander wel gaat gebeuren hier lokaal. Maar als
U kunt het niet garanderen. Als dat niet het geval is, en het aanbestedingsinstituut mobiliteit heeft er ook naar gekeken, dan wordt er eigenlijk ook gevraagd van de aanbestedende dienst om te ondersteunen en verleent waar nodig medewerking aan de uitvoering van de regeling overgang vervoerscontract, overgang personeel, de OPOF. En daarin is geregeld dat 75% van het betrokken personeel bij de overgang van een aanbod moet krijgen van de nieuwe aanbieder. Maar het aanbestedingsinstituut Mobiliteit spreekt dus met name ook de aanbestedende dienst aan om daar ook bij te ondersteunen. Mijn vraag is dus ook, neemt u dat ook mee mocht het onvoorgoed zo ver komen? En op het gebied van de duurzaamheid heb ik het stuk ook gelezen. En er staat een hele harde sanctie in. Namelijk dat wat ze nu hebben als voordeel hebben gehad in de prijs. Dat als ze dat niet halen, dat dat met een factor anderhalf als boete wordt opgelegd. Nu ken ik overheidsorganisaties redelijk goed. En we zijn nooit goed in het opleggen van boetes. Ik zou in dit geval toch echt willen vragen heel scherp mee te zijn. Dank u zeer. Dank u wel. De heer Bongers. Ja, het ligt een beetje in het verlengde wat de heer Moors zegt. Want de wethouder geeft aan van ja, duurzaamheid is een belangrijke factor. Daar hecht er veel waarde aan. Maar er zit verder geen enkele afzekering op dat dat ook in de toekomst gecontroleerd gaat worden. En de waarborg dat het ook gebruikt gaat worden. En dat vraag ik me dan zeker af als er hoogstwaarschijnlijk vindt er een onderaanbesteding plaats. Of dat nou toevallig bij Stenen of elders, dat maakt niet uit. Maar er gaat een onderaanbesteding waarschijnlijk plaatsvinden. Ze komen echt niet met een busje vanuit Limburg. Dus dat betekent dat duurzaamsaspect, want de selectiecommissie was onder de indruk van de kwaliteit van de plannen, waaronder de inzet van duurzaam vervoer. Maar hoe zit het dan als het onderaanbesteed wordt? Gaan we dan nog daarop letten of is dat dan in één keer het hele aspect weg? En dan hebben we daar eerst de opdracht mee verloren en vervolgens gaan we daar mooi omzeilen en laten we een onderaannemer misschien maar gewoon met smerige diesels rondrijden. U gaf net aan, daar wordt niet op gecontroleerd. Oh, nou dan horen we dat heel graag. En tot slot willen we toch aandacht vestigen voor het belang van een vertrouwde taxichauffeur voor deze doelgroepen. Dat moeten we niet onderschatten. Dat is heel erg belangrijk. En of het nou vervoerder X of Y is, daar moet een consistente en een vertrouwde omgeving zijn voor die mensen. En daar willen we toch voor pleiten. Dat was het, voorzitter. Dank u wel. Dat was dan de tweede termijn. Gaat u gang. Ja, dank u wel. Allereerst mevrouw Bakelaar, de raad informeren. Ik was eigenlijk één ding vergeten. Juist over deze aanbesteding hebben we in de klankbordgroep Sociaal Domein juist een presentatie gehad over de aanpak. Dus op dat punt was de raad ook wel degelijk meegenomen. Ja, wat kun je dan van leren? Ja, ik denk dat de belangrijkste les eigenlijk is van je kunt niet alles. Je bent behoorlijk gebonden aan wetten en regelgeving. En ontzettend belangrijk, denk ik, dat je hierin je beperking weet en vasthoudt. Je moet daar op dat punt ook rolvast zijn. En inderdaad, verwachtingen temperen. Dat is, denk ik, wel een belangrijke les. Ja, en ik laat uiteraard even aan u over en de agendacommissie of eens een keer een informatiebijeenkomst wat breder over het inkoopbeleid kan. Ik stel overigens wel vast dat inkoopbeleid geregeld ook gesprek is geweest. Niet alleen de rekenkamercommissiebehandeling. Vervolgens in april vorig jaar hebben we de raadsbespreking gehad. We hebben naar aanleiding van de accountant, die er ook heel scherp is, ook een paar keer het gesprek gehad. Dus het is op zichzelf nog wel een paar keer aan de orde geweest. Maar als je nog eens een keer een aparte informatiebijeenkomst is, dan is het uiteraard aan u. De heer De Jonge, met name de opwekking van goh, maak werk van dat gesprek. Hè, als er sprake is van onderaanbestedingen, heb ik natuurlijk, had ik al toegezegd, dat wil ik nog eens een keer onderstrepen. Ja, richting de heer Bongers, kan het natuurlijk niet zo zijn dat in een onderaanbesteding in één keer alle elementen van de aanbesteding zelf niet meer ter discussie komen. Dat is natuurlijk niet aan de orde. Die eisen blijven gelden. Met andere woorden, die eisen worden gewoon doorgezet naar de onderaanbesteding. Lijkt me logisch. En natuurlijk wordt erop gecontroleerd. Ja, en de opmerking van de heer Moors is natuurlijk terecht. Van als je daar zeg maar sancties op hebt gezet in het contract, dan ga je dat ook doen. En dat is ook wel logisch. Want als je dat niet doet, ja, dan zou het zeer oneerlijk zijn naar al die anderen die op andere punten wel goed scoorden. Dan zeggen we, ja, kijk, dat is makkelijk.
Nee, dat zou natuurlijk zeer oneerlijk zijn. Voorzitter, dus mag een kleine interruptie van door wie wordt het dan gecontroleerd? Heb ik toch iets over gezegd van de gemeente zit er zelf bovenop, maandelijkse rapportage. En... Ook ten aanzien van dit aspect? Ja, natuurlijk. Oh. Volgens mij zijn we er dan mee, voorzitter. Dank u wel. Dan hebben we hier ook de tweede termijn mee gehad. En dit is een bespreking geweest en ook niet meer dan dat. Met hoogstens een toezegging dat we in de agendacommissie daar nog eens... dat we de agendacommissie zullen vragen om aan de wens van deze commissie van de raad, zeg maar, tegemoet te komen. En daarover te spreken. Is dat een goede conclusie? Dan doen we dat zo. Dan hebben we hier ook agendapunt 9 mee gehad. Dank u wel. De lange termijn agenda, agendapunt 10. Zijn daar op- of aanmerkingen, vragen? De heer De Ruiter, gaat u gang. Ja, iets wat mij even opviel. Lange termijn agenda en dan ga ik naar juni. 2018, daar staat in de tweede regel plan van aanpak vervanging brug Junne. Als ik dan kijk op de gemeentelijke berichtgeving van 31 maart 2017, dat is bijna een jaar geleden, dan staat daar een voortgangsreportage met betrekking tot sluizen en brug Junne. En dat staat helemaal onderaan. Naar verwachting is nog voor de zomer bekend welke oplossingsmogelijkheden er zijn. En dan gaat het om de brug. Dat was maart 2017. Als ik dan nu zie dat in juni 2018 een plan van aanpak komt voor die brug, was ik even benieuwd wat op dit moment de stand van zaken is. Dank u wel. Dank u wel. Zijn er nog meer vragen naar aanleiding van de agenda niet? Kan hier een antwoord op gegeven worden, portefeuillehouder? Ja, daar kan wel een antwoord op gegeven worden. Er worden op dit moment drie varianten ontwikkeld. En het punt is even van, voordat we daar kunnen beginnen, moet er een noodstuw komen. En die noodstuw die komt pas in 2019. En voor die tijd kunnen we eigenlijk vrij weinig beginnen. Maar volgens mij is het de bedoeling van dat er bij de kadernota een bedrag wordt opgevoerd. Om de brug weer in glorie te herstellen. Dat is helder, bedankt. Dank u wel. Dan hebben we hier ook dit agendapunt mee afgewerkt. Gaan we naar de rondvraag. De VOV als eerste. Gaat u gang. Voorzitter, dank u wel. Voorzitter, alvorens de vraag te benoemen, graag eerst even van onze kant een korte toelichting waarom we deze vragen stellen. En die toelichting luidt als volgt. We hebben in december vorig jaar in de raadsvergadering in overleg met het college vastgesteld dat een onderzoek naar verlaging van het rentepercentage op de sociale leningen wenselijk zou zijn. We hebben voorgesteld, we hebben daar zeg maar kaders bij meegegeven, dat een rentepercentage van tussen de 2 en de 5% wellicht acceptabel zou zijn in plaats van de huidige 14. We hebben daarvoor een motie vreemd opgesteld en in die motie hebben we bedoeld het college opdracht te geven om in februari dat voorstel aan de raad uit te brengen. We hebben de motie niet ingediend omdat de wethouder in de beantwoording van onze vragen heeft aangegeven en heeft beloofd dat het raadsvoorstel dat nog in deze samenstelling van deze huidige raad zou plaatsvinden. Dat heeft ertoe geleid, nogmaals, dat wij de motie niet hebben ingetrokken en we hebben erop vertrouwd dat dit op een nette manier zou worden afgehandeld. Omdat we hebben gemerkt, voorzitter, dat dat niet het geval is, is dat meteen ook de verklaring waar onze vraagstelling nogal scherp van toon en van karakter is. Want we zijn redelijk verbolgen over het feit dat er een belofte gedaan is die niet is nagekomen.
De vragen, voorzitter, die we hebben, luiden als volgt. Allereerst over het proces. Waarom is het college de belofte voor een tijdig raadsvoorstel niet nagekomen? Waarom is er pas in februari contact geweest met GKB Assen? Eigenlijk was februari dus de maand waarin het voorstel er had moeten zijn. Waarom heeft het college niet vooraf aan de raad gemeld dat de belofte niet nagekomen wordt? CQ is. Is het college het met de VOV eens dat zij wat betreft dit onderwerp in gebreken is gebleven? Is het college het met de VOV eens dat deze handelswijze niet bijdraagt aan de behoefte van een betrouwbare overheid? En dan even een drietal korte inhoudelijke vragen, voorzitter. Welke opdracht heeft het college aan GKB Assen verstrekt op basis waarvan GKB in april een voorstel uitwerkt? Is het door de VOV meegegeven kader aan de GKB kenbaar gemaakt? En dan bedoelen we natuurlijk de 2-5% rente. En tot slot, voorzitter, wordt in het voorstel van GKB rekening gehouden met een terugwerkende krachtregeling? En dat waren onze vragen. Dank u wel. De portefeuillehouder, gaat u gaan. Ja, dank u wel. Ja, allereerst even over de toon van de bevraging. Ik denk dat het goed is dat de heer Middelkamp die inderdaad ook even heeft toegelicht. Het is duidelijk dat de VOV een andere verwachting had zeg maar bij dit hele verhaal dan wat er nu voor ligt. Aan de andere kant, als je inhoudelijk kijkt, dan denk ik dat het verhaal wel heel dicht bij elkaar is. We hebben in december gezegd van, nou, we zorgen ervoor dat zeg maar, voor de verkiezingen zeg maar, hier de gelegenheid is om over te spreken. Dat is wat ik heb gezegd. Wat we gedaan hebben is uiteraard in december direct zeg maar, richting de GKB aangeven van, goh, ook in de Ommenraad, want Ommen was daar niet exclusief in, leveren ernstige bedenkingen tegen een hoog percentage. Overigens is het wel zo, was er wel enig begrip voor het feit dat er een hoog percentage is, want die 14% was voor die hele kleine leningjes. Leningjes die zeer bewerkelijk zijn en waar private banken überhaupt niet aan beginnen. Maar met z'n allen hebben we wel gezegd van god, dat is toch te hoog en daar moeten we toch wel eigenlijk wat aan doen. In januari is daar dus uiteraard zeg maar ambtelijk contact over geweest en is daar met de GKB ook goed over gesproken. Dus als er staat in februari is daar bestuurlijk zeg maar een klap op gegeven, wil niet zeggen dat er pas in februari contact is geweest met de GKB. Integendeel, er is in januari hard gewerkt. En ja, daar hebben we ook het kader zeg maar, in gesprek gebouwd. Zoals de VOV en ook anderen, ze hebben aangegeven van goh, dat die 14% moet flink naar beneden. We hebben aangegeven, goh, wat is daarin mogelijk, hè? 2-5%. Kijk, dan krijg je een verhaal van, goh, dat is vekzak, broekzak, want dat kan nooit kostendekkend, dus dat gaat u betalen. Maar men is bereid om, zeg maar, een en ander op te pakken op 5%. Je kunt zeggen van, nou, dat valt dan toch nog binnen het kader. En wat ik erg goed vind, zijn twee dingen. Kijk, we hebben natuurlijk gezegd van, goh, als de GKB dit niet doet, ja, dan zullen we het zelf moeten doen. Dat is niet iets wat gebruikelijk is voor een gemeente. Een gemeente is geen bank. We zitten niet op te wachten. Dus het zou veel beter zijn als de GKB dat zelf doet, hè. Maar we gaan het niet uit de weg. GKB werkt niet alleen voor, zeg maar, Ommen. Het werkt voor meer dan 40 gemeenten. Dus het is wel even zaak dat ze daar één verhaal van maakt. Ik ben blij dat de GKB bereid en in staat is om te zeggen van, goh, dit gaan wij doen. Dat is één. Twee, ik vind het denk ik ook erg goed dat de GKB zich niet zeg maar, beperkt heeft tot alleen het hoge tarief. Voor de kleine getallen, om het zo maar eens te zeggen. Want in december is ook vastgesteld van, goh, het gaat om 14% voor die hele kleine bedragen. Het gaat ook nog om behoorlijke hoge percentages als het gaat om een iets hogere bedragen. En de GKB is na ons gesprek ook bereid geweest om te zeggen, weet je wat wij gaan doen? We gaan alle leningen kijken of we die naar die 5% kunnen brengen. Nou, dat zijn twee absolute winstpunten die we breed zeg maar, kunnen pakken. En de GKB heeft aangegeven van dat ze daar een voorstel van maken. Nou, ik heb wel helaas moeten vaststellen dat het er niet gelukt is
om zeg maar 10 maart dit op papier te krijgen. GKB heeft gezegd dat lukt van geen kant. Het lukt nog wel dat we dat in maart doen. Zeg maar, het gaat echt niet lukken om dat zeg maar, nog voor 10 maart te doen. Nou, dat is zeer spijtig. Dat is de reden geweest voor de raadsbrief. En ik denk dat u toch wel met mij van mening zal zijn dat goede inhoud hier voorgaat voor een slechte inhoud die net even voor de verkiezing is. Dus dat is de afweging geweest. Als u daarin teleurgesteld bent, dan spijt me dat. Maar ik ga voor goede inhoud. Dank u wel. Meneer Middelkamp. Ja, voorzitter, graag. Voorzitter, wij refereren natuurlijk aan de brief die we enkele dagen geleden hebben gehad, de raadsbrief. En daarin staat toch slechts alleen maar dat er in februari een gesprek heeft plaatsgevonden en er staat dat er april door GKB een voorstel verwacht mag worden. En als je dan even nadenkt, hè, dan zal dat vervolgens vertaald moeten worden in gemeentelijke termen, dat moet in het college, dus dan wordt het ergens mei op zijn vroegst dat het in een commissievergadering aan de raad kan worden voorgesteld. We hebben de opnames van de vergadering van december teruggekeken om zeker te weten wat hadden we nou ook weer precies afgesproken, want wij verkeerden in de veronderstelling dat er een toezegging was. En zoals wij de opnames hebben teruggekeken, voorzitter, is er wel degelijk toegezegd dat wij een voorstel zouden behandelen in deze setting, in de huidige samenstelling van de raad. En dan kan het inhoudelijk allemaal heel erg goed zijn gelopen en dan kan er hard gewerkt zijn, maar we hebben iets anders afgesproken en als we dan refereren, en dat geeft ook onze verbolgenheid aan naar hoe we tot nu toe geïnformeerd zijn in dit briefje, hè, daar staan twee zaken in, februari zoals ik noemde en april een voorstel, dan vind ik, voorzitter, dat wij met recht daarover verbolgen kunnen zijn. En natuurlijk is het zo, dat zijn we wel met u eens, dat we moeten gaan voor goede inhoud en niet snel iets eventjes afraffelen omdat er een termijn is afgesproken. Maar als dat dan niet lukt, dan had het u gesierd om even bij ons terug te komen en aan te geven van goh, je hebt die motie weliswaar niet ingediend. Ik heb een toezegging gedaan, maar om die en die reden willen we het niet afraffelen, maar tot een goed voorstel komen. En het gaat ons niet lukken om dat in deze samenstelling van de raad te bedden te brengen. En dan hadden we hier niet in deze toon met u gesproken. Voorzitter, dank u wel. Heeft de portefeuillehouder nog behoefte tot een reactie? Behalve dan dat ik hier eens over ga nadenken. Dit is altijd goed, nadenkende wethouder. Dank u wel. Dan hebben we de eerste vraag gehad. En de VVD is dan vervolgens, dacht ik, aan de beurt. Gaat uw gang. Dank u wel, voorzitter. Wij hebben maar liefst 3 vragen. En mijn eerste vraag is niet een van die 3 vragen, maar de vraag is, moet ik die alle 3 tegelijk stellen? Die gaan over verschillende onderwerpen of gaan die over hetzelfde onderwerp? Die gaan over verschillende onderwerpen. Betreffen die 1 portefeuillehouder of betreffen die meer portefeuillehouder? Dat is een goeie. Dat, daar komen we dan misschien... Dan doen we het. Stelt u de eerste vraag, dan wordt de eerste vraag beantwoord. Ik ga mijn eerste vraag stellen. Ja, gaat u gang. Dat betreft het stuwe pad in Vilsteren. Dat zit zo. Op 28 november heeft de stuurgroep Duurzaam Vilsteren een brief gestuurd naar het college, waarin zij aandacht vraagt voor het stuwe pad in Vilsteren. Dat is een fietspad. Maar deze is zelfs voor een fietspad te smal om elkaar als fietsers te passeren. Helaas liet het antwoord op deze brief nog wel enige tijd op zich wachten, zodat het pas nadat hierover opnieuw naar geïnformeerd werd een antwoord kwam. Dat antwoord luidde dat voor verbreding momenteel geen geld beschikbaar is. En onze vraag is eigenlijk heel eenvoudig. Kunt u toezeggen om op korte termijn met landgoed Vilsteren in overleg te treden ten einde tot een oplossing van dit probleem te komen? Dank u wel. Vraag 1. Ik heb zo'n idee dat het de heer Katerberg is die hierop ingaat. Gaat u gang. Ja. Het is een veelgebruikte recreatief fietspad en het is aangelegd op basis van de toenmalige uitgangspunten. En de afgelopen periode zijn er natuurlijk een aantal ontwikkelingen geweest, zoals onder andere de e-bike. Maar er zijn meerdere fietspaden van dezelfde breedte in Ommen en daarom vindt er momenteel een onderzoek plaats naar de veiligheid in relatie tot de breedte van fietspaden. En in de loop van dit jaar zal overleg met landgoed Vilsteren plaatsvinden. Tot zover, voorzitter. Dank u. Dat is wat mij betreft voorlopig afdoende beantwoord. Vraag 2. Ik ga door naar vraag 2.
Betreft ook verkeer. En dat gaat over de N34. Daar is publicatie geweest dat er van 12 maart tot en met 20 april van dit jaar, in verband met werkzaamheden door de provincie, de N34 zal worden afgesloten. En de VVD-fractie maakt zich zorgen over mogelijke overlast door sluipverkeer via de brug en Beerze als gevolg van deze afsluiting. En onze vraag luidt: welke maatregelen gaat u treffen om deze mogelijke overlast te voorkomen? De heer Katerberg, gaat u gewoon. Korte vraag en kort antwoord. Geen. Maar om nou te voorkomen dat u een vervolgvraag stelt, zal ik er iets uitgebreider op ingaan. En u krijgt via de Griffie helemaal een uitgebreid overzicht. Want ik ga u niet vermoeien hier vanavond met welke omleidingroutes er allemaal geweest zijn. Maar er is nadrukkelijk gekeken of dit eventueel overlast zou, tot overlast zou leiden in Ommen. Dus met de gemeente en de provincie naar gekeken. En de inschatting is dat dat niet zo is. En mocht het de spuigaten uitlopen, dan zien we dat. Want de hele, alle verkeersbewegingen die te maken hebben met de afsluiting, die worden door de verschillende gemeentes en de provincie gemonitord. Tot zover, voorzitter. Dank u wel. Vraag 3. Niet nadat ik gezegd heb dat ik de berichtgeving van de Griffie met belangstelling tegemoet zie. Dan komt vraag 3. Dat gaat over startersleningen. Eind april 2016 werd bekend, en dat was ook bekend op de gemeentelijke site, gemeentelijke berichtgeving, dat het budget voor startersleningen was uitgeput. Daarbij werd aangegeven dat deze startersleningen aan het eind van dat jaar, dus 2016, zou worden geëvalueerd. Onze vraag is: is deze evaluatie uitgevoerd en zo ja, wat zijn de uitkomsten? Ik dank u. En welke portefeuillehouder doet dit? Ja, schriftelijk. U krijgt schriftelijk antwoord, al dan niet via de Griffie. Ja. Ja, dat is inderdaad wel even een vraag. Is dat nog voor de verkiezingen? Ik wist dat de verkiezingen weer op de hoek kwamen kijken. Ja, er staat geen termijn bij, hè? Dus kan nee, ook de verkiezingen. Ik wacht met belangstelling af, voorzitter. Dank u wel. Dan doen we dat zo. Dan zijn hiermee de vragen van VVD in ieder geval aan de orde geweest. En dan het CDA. Mevrouw Makkinga, gaat u gang. Ja, voorzitter, wij hebben weer een vraag van een andere orde. Dat gaat over de stembureaus. Het is namelijk dat wij afgelopen week vanuit met name de bewoners van Oldenhagen eigenlijk de vraag hebben gekregen: goh, het is toch vreemd dat er bij ons geen stembureau is. En ja, niet alleen vreemd, ze waren er eigenlijk ook heel erg over teleurgesteld. Want u weet dat bewoners van Oldenhagen wat ouder van leeftijd zijn en ook een aantal slechte te been. En die moeten zij of vervoer regelen of kinderen regelen die met hun op pad gaan of een volmacht gaan regelen. Zodat ze toch hun stem kunnen uitbrengen. Of ze moeten toch op een andere manier zien dat ze hetzij bij het hervormcentrum, hetzij bij het Baken kunnen komen. En mijn vraag was eigenlijk namens een groot aantal van deze bewoners van: is het nou niet mogelijk om toch een stembureau of voor een bepaald tijdstip in Oldenhagen in te richten? Dan kun je zeggen, nou, misschien kan het niet de hele dag, maar dan is het toch tussen een bepaald tijdstip van 10 tot 2. Of dat we daar iets kunnen doen, of een mobiel stembureau à la om een kanaal. Ik wil graag horen of nog iets kunnen doen om deze mensen ook de gelegenheid te geven om hun stem te kunnen uitbrengen op een voor hun makkelijke manier. Dank u wel. Ik zie de heer Bongers al wat glimlachen, maar welke portefeuillehouder is hiervoor in stemming? Ik denk het hoofd van het stembureau, voorzitter. Dus als u het goed vindt, zal ik de vraag beantwoorden. Ik ga eerst in op het logistieke aspect. Dan zal ik ingaan op het procedurele aspect. En tot slot zal ik u schetsen hoe de voorgeschiedenis is geweest. Overigens, het antwoord op de vraag is klip en klaar: nee, dat kan niet. Dat kan logistiek niet, omdat het ons niet lukt om op deze korte termijn een 16e stembureau in te richten.
met stembussen, met alle andere benodigdheden. Twee, en dan kom ik dadelijk bij de mobiele oplossing zoals u die voorstelt. Procedureel kan het niet, omdat de stempassen en de kieslijsten al zijn uitgestuurd. En daarop moeten ook de stembureaus zijn aangegeven. En dat is procedureel zo geregeld op basis van de kieswet. Dat kan niet meer, dat is nu te laat. Dus het is om die reden ook procedureel al niet mogelijk om een stembureau in Oldenhagen te plaatsen. En het betekent dus ook dat het mobiele stembureau niet kan worden benut. Want ook dat is niet meer mogelijk. Overigens is het zo dat sinds 2014 het stembureau in Oldenhagen niet meer beschikbaar is. In 2012 is door de toenmalige burgemeester de vraag aan de orde gesteld hoeveel liggen stembureaus niet te dicht bij elkaar. En u noemde al het Baak, het hervormde centrum. En als ik het goed heb, even uitgerekend, de afstand tussen Oldenhagen en het Baken is circa 35 meter, dacht ik. Dus dat is, laten het er 50 zijn, dan moet u me niet opvangen. Maar het ligt dus heel dicht bij elkaar. En in 2012 is al de keuze gemaakt om dat samen te voegen. Er heeft vervolgens in de jaren daarna, of in ieder geval in 2014, contact plaatsgehad met het bestuur van Oldenhagen over de vraag of het stembureau daar kon worden ondergebracht. Daar kon in de tijd geen meerjarige garantie voor worden gegeven. Dat bleek ook niet zo'n hele geschikte locatie. En op dat moment is de keuze gemaakt om dan in ieder geval in het Baken en het hervormd centrum de stembureaus onder te brengen. Dus op die wijze is die keuze tot stand gekomen. Heel klip en klaar, ik gaf u al antwoord op uw vraag. Kunnen we dat nog regelen voor de verkiezingen? Daar is het antwoord nee op. Ik dank u. Geeft dit nog aanleiding? Ik wil je toch nog wel even op reageren. Want kijk, 2014, daar kan ik me wat bij voorstellen. Want toen zat de Oldenhagen in een verbouwing of nieuwbouw. En we hebben toen de mensen in Lemelen, daar hebben we toen ook al een en ander over gezegd. Maar het gaat er mij wel om, laten we nou ook naar kijken naar de toekomst, dat het nu niet meer kan. Nou ja, deze mensen zijn nu bezig met stemmen, die denken niet allemaal aan die procedures en wat vooraf geregeld moet worden. Maar laten we dan vooruit kijken, want deze voorziening, daar blijven mensen wonen die inderdaad op leeftijd zijn, waar mensen met die slechte been zijn. Dus we kunnen ook over nadenken of het Baken of dat stembureau dan niet nu de nieuwe locatie Oldenhagen helemaal klaar is en gereed is. Hè, zoals het er nu uitziet, om hem daar in de toekomst aan te plaatsen. Is ook een soort wijkvoorziening tenslotte. Ja, voorzitter, ik kan dat op dit moment ook niet overzien. En ik vind het ook te snel om nu te zeggen van ja, dat gaan we zeker doen. Omdat er in een aantal jaar geleden heel bewuste afwegingen zijn gemaakt. Dus dat moet na de verkiezingen nog eens goed worden. Ik zal dat wel met de medewerkers die de verkiezingen hebben voorbereid bespreken. Maar ik zeg u nu niet toe dat we dat bij voorbaat gaan veranderen. Dank u wel voor de vraagstelling en de beantwoording. Dan is hiermee de rondvraag agenda punt 11 ook geweest. En rest er nog eentje. En dat is de sluiting. Dan is de vergadering bij deze gesloten. U bedankt voor uw aanwezigheid en graag tot een volgende keer.